Ja, goeioen allier. Goeioen allier, alle meesten in de zeel. Welkom. Fijn dat je hem er binnen. Hallo. Nou, dat doen we nog even een keer hoor. Fijn dat je hem er binnen. Hallo. Mooi, dank u. En fijn meesken thuis, liet al je suggen. Mensen thuis die allemaal kijken. Het grootste gedeelte van deze avond zal in het Hollands zijn. Dat kunnen wij hier ook in Friesland, maar af en toe wordt er Fries gesproken. Vraag even in de Facebook comments eigenlijk van wat zeggen ze nou eigenlijk. Dan is er vast iemand die u wil helpen. Een bijzondere avond, het is barstensvol. Hier in de, nou, in de vensterbank is nog wel wat plek, dus kruipt u lekker dicht tegen elkaar aan. Behalve dat we onze gast hebben, zoals je allemaal weet natuurlijk, Theo Hiddema, worden vanavond ook de IMF-bonussen uitgereikt. Er zijn allemaal Meanskips-projecten genomineerd voor een cheque van 2018 euro. De cheques staan hier. We gaan er 5 uitreiken vanavond en ook kennis maken met enkele van die Meanskips-projecten. U kunt thuis ook gewoon vragen stellen aan de heer Hiddema. Doe dat gewoon in de comments. Als wij het een goede vraag vinden, verschijnt hij hier op het scherm en dan stellen we hem en dan krijgt u antwoord. Hetzelfde geldt voor de mensen in de zaal, maar het eerste blokje zal even wat een introductie worden. Mooi. Behalve Theo Hiddema hebben we nog 3 bijzondere gasten. Eustjan Akyol, of Eus, wellicht bekend. Daar staat hij, steek je hand eens omhoog, want je verdwijnt bijna in de mensenmassa. Applaus. Naomi Veldwijk, onze poet die vanavond gaat helemaal in zich op gaat nemen wat er gebeurt en aan het eind van de avond zal afsluiten met een fantastisch gedicht of een performance of een woordje of whatever. En daarnaast Frank Dos Santos die ons zo meteen iets gaat vertellen over iets bijzonders waar hij mee bezig is. Nou, dat zijn alle ingrediënten van de avond. Weet u ongeveer wat u kunt verwachten? En dan rest mij nu niets anders dan, welkom, loopt hij lekker door. Om onze hoofdgast hier naar voren te halen, is hij al in het pand. Meneer Hiddema, waar bent u? Kijk eens aan, meneer Hiddema. Ah, kijk, komt daar uit de deur. Applaus voor Theo Hiddema. Ja, u mag hier naartoe, hier is een trapje. Ja, even hier voorlangs. Fijn dat u er bent. Hier is een trapje voor u. Zo. Gaat het lukken of zal ik u even een hand... Nee, dat is een atletisch lijf. Neemt u plaats. Zo. Dat is uw microfoon daar. Welkom hier in Leeuwarden bij Iben de Blijf. Fijn dat u gekomen bent. Ja. Tegen bedankt. Ja, nou bent u hier in Friesland... Ik zit in de tapijtklem. Okay. Zo. Wel huiselijk hier, hè? Ja, heel huiselijk. Ja, gezellig. Leven. Fijn dat u dit. Uw wijntje staat ook al klaar. Waar dan? Nou, daarnaast. Okay. U bent nu hier in Friesland, dus dan open je natuurlijk altijd met de vraag... van waar binnen Joder, Ian? Waar ik kom? Ja. Uit Holvert. Holvert? Ja, nee, ik weet wat Holvert is, ja. En... Wienio in Holvert, zeker in de tijd op jouw respectabele leeftijd, best een skofke verliend dat je, of best een tijdje geleden dat u 5 was. Was u een beetje een natuurjongetje? Ja. Veel buiten Rafot. Ja. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, je was gedoemd om natuurjongen te zijn, want ik woonde omringd door weilanden en horizonnen en vlak land. En open in de luchten en regenbuien die uit de verte zag aankomen. Dat is natuurgeweld, toch? Zeker. Maar hoort er en als er onweer was, dan zaten mijn ouders heel geïsoleerd op die boerderij en ik ook. En alles wat hen dierbaar was, dat lag op de tafel, want ik kon zo brand uitbreken, dus dan moest je zo wegwezen. Dus natuur, dat was alom. Ja. En u komt uit school op een middag, wat ging u dan doen? Uit school? Nou, mijn vrijheid vieren. Vissen, mollen vangen, stropen. Uit de buurt van mijn ouders blijven, want ik moest verplicht op pianoles iedere middag 2 uur. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Veel vertier zat niet in de aanbieding. Dus je moest maar zwengelen aan de pomp van de verbeelding, zal ik maar zeggen. Achter de horizon, daar is het echte leven. En dat zet je fantasie aan het werk. Dus ik fantaseerde, ik lag in de lucht wat de dag dromen. Ik viste, ik hengelde, peurde wormpjes. Oh my god.
Gaat dit zo door? Nou, nee, niet. Nou, ik denk, ik wacht even waar u allemaal maar komt. Het is zo'n schraal leven, zo eenvoudig. Ja, vond u het te schraal? Zo bij mij passend ook. Want de eenvoud des levens, die heb ik altijd gekoesterd. Ja, maar u bent wel vertrokken uit Holwerd? Ja, ook onder dwang. Vertel eens. Nou, dat is een rampzalig moment geweest waar ik nauwelijks... Ik als politicus moet je oppassen met je hele verleden te etaleren. Maar ik vertoonde op mijn 11e baldadig gedrag waar het dorp over ging praten. En ik spijlde ook heel veel. U vroeg mij net, wat deed je buitenschool? Je kan binnenvragen, wat deed je op school? Namelijk niks, ik spijbelde. En daar waren mijn ouders achtergekomen. Toen hebben ze hier een kostgezin geplaatst. In Huizen. En ik heb hier op school gegaan. Op het Hofplein. Daar had je de Hofschool. Ik weet niet, is die er nog? Die is er niet meer. Ja, je hebt trauma's. Die zoek je niet op. Maar ik ben vlak in de buurt. Dus ik neem de gelegenheid te baat. Maar daar heb ik school gegaan. En dat was een heel bijzondere school. Daar leerde je op je vierde, in de vierde klas, op Frans. 7 klassen. En als je daar misdroeg, dan was het heel simpel. Wij vochten wel met luchtdrukpistolen ook gevechten uit. Die spraken we vooraf af op zaterdag. Met school 12 schiet me nou te binnen. Ik weet niet of die nog bestaat. Maar dan belandde je dus op het politiebureau hier op de Singel, op de Nieuwstad. Nieuwstad. Was het politie? Is die er nog? Is vlakbij, het is nu een café. En dan, het gezag taant, dat is duidelijk. Daar moest ik dus zaterdagmiddag wel strafregels gaan schrijven. Waar is het omgeslagen? Waar is het begonnen met iets van uw leven maken, studeren, advocaat willen worden, carrière willen maken? Ja, ook onder dwang. Het lijkt niet dat u er echt onder geleden heeft. Ik heb er helemaal niet onder geleden. Juist in dwangsystemen, toen ik hier was afgestudeerd op de Hofschool. Toen hebben ze het nog een keertje met me geprobeerd in Dokkum, op het Christelijk Lyceum Oostergoo. En toen was ik natuurlijk totaal verwilderd als stadskind hier, in dit milieu. En toen kwam ik weer terug in mijn oude dorpsgemeenschap. En moest ik met de dorpsjongens op de fiets naar Dokkum. En dat was geen pretje, want je had altijd wind tegen, slecht weer, en het was een end karren. En ik deed daar niks. Toen heeft mijn ouders, mijn vader, die heeft mij gedeporteerd naar Hoge Zandschappenmeer. Dat was in Kosovo. En daar heb ik het 6 jaar volgehouden. Over iedere klas bijna 2 keer gedaan, want ik spijbelde ernaar natuurlijk. En toen leerde ik piano spelen. Dat heeft mijn moeder mij bijgebracht. Ook via dwang. Alles is via dwang verlopen. De eerste vrije keuze die ik heb gemaakt is voor Forum voor Democratie. Dat is op zich nog niet zo lang geleden. Toen ik daar spijbelde, toen kwam ik dus spijbelenderwijs liftend. Dat kon je toen nog, in Hoge Zand naar Groningen. En dan speelde ik in jazzclubjes. En toen ze daarachter kwamen, mijn ouders, toen hebben ze nog 1 kans geboden. Toen hebben ze me ondergebracht bij een onderwijzersgezin. Dat was in mijn examenklas. En daar begon ik de omwenteling vroeg u naar. Dat was heel simpel. Daar was een onderwijzer, die heette Bram en zijn vrouw heette Klaasje. En dat was een heel menselijk milieu. Ze hadden ook 2 dochters. Maar mijn vader kwam om de maand kijken bij die Bram. Of ik mij netjes gedroeg en de cijferlijsten moesten opgereikt worden. En die man die kreeg ervoor betaald natuurlijk. Maar dat was zo'n aardige, lieve, menselijke man dat ik het niet kon maken voor mezelf. Om als mijn vader kwam hem op te zadelen met mijn slechte resultaten. Dus omwille van de mildheid die ik voor die man heb opgebouwd, ben ik gaan werken. En toen, pardoes, was ik geslaagd. Kijk eens aan. En als je al die rondtrekkingen, bewegingen door het noorden maakt, voelt u zich nog een Fries? Heeft u daar nog iets mee? Ja, daar heb ik heel veel mee. Hoe ouder je wordt, hoe meer. Als je in Friesland bent geboren, en zeker waar ik vandaan kom, dan kun je er een schop in het leven. Want je ontwikkelt in dat milieu een vaste kern van moreel besef. Je kan over een dorp minnetjes doen, bekrompen zijn het, en geen vergezichten, en weinig eruditie en weinig vermaak. Je kan er van alles over denken. Maar je krijgt daar op een lokaal niveau een doorsnee van wat de hele maatschappij is.
Je hebt een dokter, je hebt een dominee, je hebt een slager, je hebt een kruidenier. Je kent ze van haven tot gort. En we leven nu in een tijd dat iedereen is Jantje, Pietje, Klaasje, dat de commissaris aan toe. Maar toen nam je nog de hoed af voor de dominee, voor de dokter, die hadden ontzag. Maar je kon in een klein milieu doorzien wat die mensen voor de gemeenschap betekenen. Iedereen praatte over ze, maar ze, wij, maar zij waren afhankelijk van ons, maar wij ook van hen. Dus dat, in zo'n gemeenschap, dan raak je je autoriteitenvrees niet kwijt, ondanks dat je je hoed afneemt, totaal niet. Maar je weet precies waar je mee te maken hebt. Dus standsverschil op dat niveau brengt juist inzicht dat er tussen mensen niet zoveel verschillen bestaan. Dus je hebt nu de zaak gepopulariseerd. Je mag tegen iedereen wat ik zeg, Jantje, Pietje, Klaasje zeggen. Maar een doorleefd gevoel in de richting van mensen, noem het maar boven je gesteld in zo'n milieu. Dat werkt pas als je die mensen hebt leren kennen. En dat kan in zo'n milieu. En dat noem ik een vaste kern van moreel besef. Want je wordt natuurlijk op je vingers gekeken. En voelt u zich dan ook echt boerenzoon? En dat is dan mijn rol? Sta lager in de stand? Ja, van haven tot gort. De liefde voor het beest, het Friese paard. Daar moet u niet over beginnen, want dan begin ik te jammeren. Wij hadden een grote veestapel. Dat was stamboekvee van het hoogste niveau. Mijn moeder zat als er een kalfje was geboren met een schetsboekje voor het landbouwschap alle patronen te tekenen. Mijn vader kende alle 200 koeien uit hun hoofd, maar de ouders en moeder ook. Dat kenden ze allemaal. Dus de liefde voor het dier is mij daar wel aan gekweekt. Ja, had u ook zoveel liefde voor uw vader? Want het lijkt alsof u een soort conflict situatie. Daar heb je even niks mee te maken. Mijn vader kan me niet meer van repliek dienen. En om in zo'n zaaltje dan mijn pa eventjes te schande te maken. Dat zal er niet van komen. Daar vroeg ik op zich niet naar, hoor. Door zijn dwangregime heeft hij mij wel ontsnappingsroutes. Want dat heb ik geleerd om hem te omzeilen. Een instinct voor dwangregimes en alternatieve scenario's, wat je in de strafpraktijk heel goed kunt gebruiken. Ontsnappingsroutes. Vechten voor je eigen hachie, dat heb ik dan wel geleerd. Maar het was een hele lieve, zachte man. Die heel lief was voor zijn koeien, zijn paarden en de hele veestapel. Mijn moeder adoreerde, alleen met mij wel eens wat moeite had. Nou ja, dat mag, toch? Ja. Toen bent u uiteindelijk, nadat u het diploma heeft gehaald, gaan studeren. Dan ben je ook 18, dan mag je ook stemmen. Wat was het allereerste dat u stemde? Weet u dat nog? Nou, u rekent niet goed. Want door al mijn doublures en mijn chaotische schoolcarrière heb ik tot mijn 23ste op de HBS gezeten. Ja. Maar ik had ook op ooit bent u gaan studeren natuurlijk. Heeft u uw diploma gehaald? Toen moest ik nog in dienst. Ja. Je moet wel wat terugdoen voor al die verwennerij die mij is overkomen. En toen moest je nog 2 jaar in dienst. Goed, daarna bent u gaan studeren. Ja. Neem ik aan. En mijn vraag was, u als jonge student, in die tijd, waar stemde u bijvoorbeeld voor? PSP. Ja, dat is de Pacifistische Socialistische Partij. Dat u het maar weet. Goed zou je bestaat niet meer, is opgegaan in GroenLinks. Niet voor niks opgegaan in wat GroenLinks. Staat er nogal meer op dat lijstje? Nou ja, van alles en nog wat. Maar dat gaat u dan weer helemaal niks bevalt aan. Me niks. Dus u daar. Ik ga er een beetje van loeren. Het gevaar komt uit die hoek. Ja, voor de kijkers van rechts. PSP heeft u gestemd. Door de mond, hè? PSP heeft u gestemd. Leg eens uit waarom. Dat kan ik je niet meer reconstrueren. Omdat ik toen zelf in dienst moest. Misschien een tikkeltje eigen belang, dat ik niet van wapengekletter hield. Het kwam er slecht uit. Ik vond het een beestachtig bedrijf. En toen ik was afgestudeerd op de HBS, kreeg ik een brief thuis. Ik was ingedeeld bij de officiersopleiding in Amersfoort. De Juliane van Stolberg-kazerne. En vanuit mijn PSP-hart, noem het dan maar zo, heb ik ze toen een brief teruggestuurd dat ik bedankte voor de eer. En dat ik geen leiding wou geven in hun bloeddorstig bedrijf. En toen hebben ze me, want administratie werkt daar niet zo goed, toch geplaatst op die officiersschool. Toen hebben ze doorgekregen na een paar weken dat ik niet gezagsgetrouw was, niet loyaal en de boel doorzag. En ja, wat wil je ook, hè? Ik was niet meer gewend om te marcheren in de grote kolom. Dat is mislukt, mijn militaire carrière. Ja. De kiem gesmoord. Hoe? En dat was nog in die tijd dat ik het PSP aangehaakt was. Ja. Ja. Hoe verander je of groei je of evolueer je van PSP'er naar zeg maar de
Forum voor Democratie wordt over het algemeen wordt gezien als een partij op de rechterflank. Ja. Leg u eens uit. Nou, dat is nogal een verhaal. Achteraf bezien is het zo simpel als men kan. De liefde voor de mens, die was mij toen ingegoten. Of beheerste mij kennelijk op die bewuste momenten dat ik geweld verafschuw. En het moorddadig bedrijf verafschuw. En daar niets aan mee wensen te dragen. En ik moet u bekennen, sinds ik bij het Forum voor Democratie zit, ben ik in dat opzicht geen steek veranderd. Toen ik mijn eerste toespraak in de Tweede Kamer hield, ja, ik geloof mijn eerste, werd ik gelijk in de, ja, voor de leeuwen gegooid. En ging het over buitenlands beleid, het verlengen van het mandaat in Irak en Syrië. Nou, toen heb ik gezegd, waar hebben we het over? Wij zijn een partij die is pas opgericht, maar destijds toen is besloten om daar een gewapende macht naartoe te sturen. Zou ons standpunt zijn geweest, moet je nooit doen. 1. Niemand in die zandbak heeft gevraagd dat wij hun bommetjes op hun hoofd gaan gooien. Want dat was het in de praktijk. F-16 zijn bommen. Niemand heeft daarom gevraagd. Niemand van onze kiezers geeft jullie een mandaat om dat te doen. Wij hebben er geen referendum over gehouden. Je gaat maar zo oorlog voeren. Terwijl we niet weten wat het effect is van die bommen. En je begeeft je in een wespennest. Want je gooit alleen maar bommen naar mensen die naar omhoog kijken. Die denken, nou, daar komt weer een bom van zo'n ongelover. We gaan weer raak nemen in een ongelover land. Nou, zo simpel als maar kan. Van dat pacifisme is dus nog wat en over. En dat is eigenlijk, komt dat niet voort uit een politiek strategisch denkmilieu. Dat komt puur voort dat ik het onmenselijk vind dat je daar met bommen door beroepsmilitairen mensen gaat vernielen, in de prut gooien, terwijl je bij God niet weet waar je aan het doen bent. Ja. Dat kan ik niet voor mijn geweten verantwoorden. Dus toen hebben we gezegd, dat hadden wij dus nooit gewild. En nou zitten jullie in de zoren, zoek het maar uit. Nou, dat zie je nu deze week, hè. We hebben nu Toyotertjes verhuurd, dan noemen we dan verzetsgroepen die de menselijkheid hoog in het vaandel hebben, die het oorlogsrecht eerbiedigen en die tegen Sadat strijden. Dan ben je toch hartstikke naïef bezig. Dan ben je toch niet bezig om de juiste menselijke keuze te maken, dat je de betere mensen met meer hersens vooruit helpt en de beulen afstraft. Dan doe je dat gewoon omdat de minister een internationale positie wil handhaven en zijn onderhandelingspositie op hoog niveau kan handhaven door te zeggen, ons land vecht mee. Mm-hmm. Nou, dat doorzien wij. Ja. Goed, toch even terug naar, want ik was zo benieuwd hoe u tot uw huidige politieke overtuiging bent gekomen. En als je dus eerst PSP stemt, u heeft uitgelegd dat u daar erg pacifistische denkbeelden heeft. Hoe groei je dan toch naar een rechtsconservatief toe? Want dat is anders dan de PSP. Wij zijn totaal niet conservatief. Wij zijn wel conservatief, maar waarom zou je dat rechts noemen? D66 was ook, zou nu conservatief genoemd worden. Wij willen een directe democratie. Dus invloed van de burger. Wij willen het partijkartel afbreken. Staat vast ook op uw lijstje. Allemaal dingen die D66 ooit tot bloei hebben gemaakt. Daar werd nooit een etiket van rechts, extreem rechts opgeplakt. Want totaal niet. Dus waarom wij nou rechts zijn, dat kan ik je wel uitleggen. Maar waarom dat extreem is, in die zin, dat is nog nooit vertoond. Daar moet je voor uitkijken. Ja, dat heeft u mij eigenlijk niet gehoord. Ik was alleen benieuwd hoe u van een PSP'er iemand wordt die voor een rechtse partij actief is. Bij een rechtse partij, want bijvoorbeeld u of uw collega meneer Baudet zet zich ook wel eens af tegen linkse partijen. Die benoemt u ook. Ja, daar heb je het nou weer. Dat briefje, dat is een chaotisch schrijfsel, hoor. Dat heb ik onderhand de indruk. Maar nu graag even antwoord op de vraag. Het is heel simpel. Daar heb je geen routewijzer voor nodig. Of geen dieptepsycholoog voor nodig. Wat u nou rechts noemt, in de tijd dat ik PSP stemde. Ik denk dat de PSP-stemmers van nu een heel strak, stringent vreemdelingenbeleid zouden hebben nagestreefd. De SP doet het nog steeds. Dus de problemen die nu opspelen, als je die terugplaatst in de tijd van dat Van der Spek en consorten, heel nationalistisch waren ze ook, aan de touwtjes trokken, dan moet je wel eens je oor krabben en denken, zo extreem en nieuw rechts is dit niet hoor. Dit is terugkeer van gezond verstand. Maar nu gebundeld in een partij die het gewoon in een wat meer consistent partijprogramma heeft verweven.
En dan, dan komt er niet zo vreselijk veel extremisme om de hoek kijken. Ik zou het niet weten. Nee, maar ik vind het interessant. Maar waarom refereert u steeds aan extremisme? Ik heb alleen maar gevraagd, hoe bent u bij een rechtse partij gekomen? Er zijn er meer van, VVD, CDA. Omdat ik uw papiertje niet vertrouw en vast de voorschot nemen wat er nog komt. Maar dat is toch wel... Denkt u dat dat nou de juiste instelling is voor een open gesprek? Want ik heb helemaal niet... Nou, ik ben zo open als wat. Ik zeg dat ik uw papiertje met grote... Het lijkt wel of u zegt tegen mij, waarom drukt u mij bij extreem rechts? Maar dat leg ik de hele tijd uit, dat heb ik niet. Nee. Heb ik niet gezegd. Dat is de weg van de geleidelijkheid. Het was eerst PSP, toen was het D66. Vanwege de standpunten die ik u net noem. Toen kwam Pim Fortuyn. En toen kwam er een nieuw element in het hele debat. Dat was het op de spits drijven van het vreemdelingendebat. Wat nu echt urgent is aan alle kanten. Mm-hmm. Onze hele rechtsstaat staat op instorten, maar kan ik u wel uitleggen. Vanwege groot gebreken rechtsongelijkheid. Dat was in die tijd dat Pim Fortuyn ontdekte dat de publieke sector hun taken, alleen maar die taken waar de burger op rekent en de overheid wenst op af te rekenen, de zorg, de open grenzen, totaal werden er genegeerd. Nou, dat was Pim Fortuyn. Nou, die werd een gruwelijke wijze het zwijgen toegebracht, met door toedoen van types die ik toch al wantrouwde, die hem helemaal hebben gemarginaliseerd als zijnde niet goed bij zinnen, nep-professor, leidt het land naar de ondergang. Anne Frank woont hier om de hoek, wat zegt die man niet voor verschrikkelijke dingen. Als je dan aanschouwt hoe de gevestigde politiek met de meest brave en hypocriete gezichten, met hun morele borst vooruit, zo'n man totaal het graf inprijst, want dat hebben ze gedaan. En toen dat was gelukt, vervolgens met vrome mombakkers zeggen, wij konden er niks aan doen, het is een groot schandaal, dat had nooit mogen gebeuren, deed dat voor mij de deur dicht. Dus toen was de gevestigde politiek was voor mij afgebrand. D66 had al zijn kroniewelen afgekwanseld. De PvdA die was op ademnood, in ademnood geraakt. Die wist bij God niet meer waar ze in die tijd moesten zoeken, weten ze nog niet. Het feit dat PvdA dan na iedere verkiezingsnederlaag opnieuw iemand moest aanstellen die de verkiezingsnederlaag moest analyseren, bewijst hoezeer ze naar hun identiteit zoeken. Nu nog steeds. Dat bewijst toch dat je die nooit gehad hebt. Dan is het, dat is zo populistisch. Dat is je natte vinger in de lucht steken. Maar in godsnaam, hoe waait de wind? Waar haal ik kiezers vandaan? Wij vinden dat een politieke partij standpunten moet innemen en de kiezer happen of slikken. Maar wij gaan dus niet als een soort wervingsmachine, hoe hou ik mijn partijtje op de rails, van standpunten wisselen. Dus je zoekt ook naar een constante waar je opinies serieus worden uitgedragen. Eén, waar je mee kunt herenigen. En waar je ook van denkt dat je niet in een fonduehuis zit, waar op het ene moment het standpunt dit is, en als de kiezers willen een beetje de andere kant op dreigen, waar snel wisselt van standpunt. Bedankt voor het antwoorden van de vraag. Bedankt voor het antwoorden van de vraag. Want we gaan nu even naar onze Patricia. Patricia, waar ben je? Kijk, ik ben daar. Hier. Hi. En, hallo. We zijn wel benieuwd welke Meanskipsfonds-projecten hier in de zaal zijn. Ja. Dus steek de hand eens op. Wie is hier genomineerd? Dan komt wellicht Patricia even langs. Kijk, ik loop even die kant op. Heel goed. De camera me niet te moeilijk maken. Ja. Ik dacht dat ik net veel meer handen zag, maar die komen vast nog wel. Jullie wel in ieder geval. Hallo, wat leuk jullie te zien. Wie zijn jullie? Wij zijn van Spannum, Stichting Mannen Spannum en Sportaccommodatie Spannum. Shh, dames en heren. Wij hebben een heel mooi project. Kun je daar wat over uitleggen? Wat houdt het in? Ja, wij zijn de sportaccommodatie Zomerdorpshuis in Spannum. En dat is de bobbenslag. Nou, dat betekent al dat je iets goed bereikt hebt bij het kaatsen. En wij willen die op gaan knappen en uit gaan breiden. Dus, en eigenlijk het belangrijkste is dat we van het gas af willen. Van het gas af willen? Ja. Oké, misschien moet je dat ook even uitleggen. Nou, onze accommodatie zit nog aan het gas. En wij denken dat in de situatie met Groningen dat er toch iets moet veranderen. Ik denk dat je een punt hebt, ja. En ik denk dat we nu, vandaag heb ik ook nog gehoord iets over Harlingen, dat we ook nog van het zout af moeten. Dus als we moeten strooien voor de gladde wegen, dan moeten we van het zout af. Hartstikke mooi. En jullie zijn genomineerd voor de prijs. Hebben jullie ook al nagedacht, stel dat je wint, wat je daarmee zou kunnen doen? Nou, ja, we hebben erover nagedacht. Want we zitten op het kantelpunt of we wel of niet een uitbreiding willen doen. We gaan hem opknappen. Dus er zit een keuken in van 40 jaar oud. Er moet nodig iets aan veranderen. Het is echt. En dat willen we met elkaar gaan doen, met de Spannemers. Maar er kan eigenlijk nog een stukje bij.
Dus als dat lukt, als we geld krijgen, dan zou dat misschien net dat kantelpunt overkomen dat we het wel kunnen doen. Wat goed. Hoe groot is jullie team? Met hoeveel mensen zijn jullie? Nou, dit is het, met z'n vieren, ja. Wauw. Ja. En ook mensen uit Spannum die hierbij betrokken zijn? Ja, allemaal. Ja, maar de rest van Spannum bedoel ik? Ja, het kan niet zonder... We hebben vorig jaar een heel mooi theaterproject gehad, het Kiske van Siebrand Roora. En daar hebben we ook met 200 man uit Spannum gedaan. En hoeveel wonen er in Spannum? 270. Kijk, dat vind ik nou mooi om te horen. Hartstikke goed. Nou, veel succes. Ik ben benieuwd. Applaus even voor dit geweldig initiatief. Hartstikke goed. Zoals wel vaker hebben we ook muziek. Meneer Hiddema, ik zou zeggen, legt u de microfoon maar even neer. Er zit een draadje aan. Wellicht wilt u uw wijntje mee. Want anders heeft u de versterker rechtstreeks in uw oor. Dat is misschien wat minder aangenaam. Dan zien we u zo weer terug. De band, hier is het trappetje. De band die ik ga aankondigen zijn de Wow Blind Birds uit Leeuwarden. Als u meer wilt weten, kunt u ze vinden op Facebook, Bandcamp, maar ook op Tinder. Allemaal, stuk voor stuk. Oh nee, alleen de drummer niet. Goed, applaus voor de Wow Blind Birds.
Bands, The World Blind Birds. Geweldig. Dankjewel, heer. En we zien ze zometeen nog een keertje terug. Dan vraag ik me de heer dan maar weer op het podium. De trommelviezen zijn gespaard gebleven. Komt u er langs? Zo, en mensen in de zaal, we hebben nu kennis gemaakt. We weten een beetje van vroeger. We weten van de politieke reis. Nou, enigszins doorvragen. Stelt u ook in de zaal vooral vragen. En mensen thuis op Facebook. Stelt u ook vooral vragen als u die heeft. Even de hand opsteken, daarvoor is genoeg. Meneer Hillema, we gaan het hebben over immigratie en integratie. U begon er net zelf al over. U vond het dat het een van de dingen was die de rechtsstaat enorm aantastte. Afgelopen weken natuurlijk het nieuws met een climax in het weekend. De twee kinderen, Lily en Hauwik, die mochten blijven. Bent u daar blij mee? Blij. Hoe kan je daar blij mee wezen? Je kan er blij mee wezen alleen maar omdat er nu duidelijkheid is dat ze mogen blijven. En dat je even de hoop kunt koesteren dat je van het gezouten mit eraf bent. Dat geeft een beetje opluchting. Maar je ziet erbij alweer hangen. Er komen weer nieuwe gevallen binnen. Dus weet u, ik gun die kinderen het beste. Wij worstelen daar ook mee in onze partij. Wij staan een heel stringent immigratie- en toelatingsbeleid voor. Maar zodra kinderleed gaat opspelen, dan kun je een politieke partij oprichten en alle kiezers kunnen vinden, maar je gaat de goede kant op. Wij willen jullie volgen. Het kan zo niet langer. Jullie oplossingen die zetten zo dan de dijk. Wij conformeren ons helemaal aan wat jullie willen. We gaan op jullie stemmen. En toch, als er twee van deze mensjes komen, dan slaan ze om. Dat vind ik heel prettig dat zelfs onze kiezers ook zelfs, mag ik niet zeggen, tussen aanhalingstekens, vatbaar zijn voor zich voor te stellen wat het voor die kinderen betekent. En dat slaat ook op mijn verantwoordelijkheid neer. Ik kan wel zeggen, weg ermee. Dit is conform ons standpunt. Het spel is uit. Dit kan zo niet langer. Ieder geval creëert een nieuw geval. Het is waar. Maar dat hebben vorige beleidsmensen, die hebben dit meer gecreëerd van steeds weer het nieuwzielige gevallen. En waar je dan, wat dan zo treurig is, je wil die mensen wel helpen. Maar op het moment dat je ze helpt, want ze zijn ook de dupe, weten zij veel, die kinderen. Dan schep je ruimte voor mensen die dankzij het leed van die kinderen hun eigen winkeltje kunnen laten floreren. Het zijn niet alleen die twee kinderen en hun chanterende moeder. Vergeet dat niet. Het is een hele industrie eromheen. En die hele industrie die beschuldigt zich en dat ontstijgt politieke standpunten. Want ze hebben een veel groter besef van wat moreel verantwoord is. En dat is zogenaamd hun eigen inborst. En dat zijn niet alleen de mensen die in talkshowtjes die morele inborst kunnen verheffen. Dat zijn niet alleen mensen die in talkshows, omdat je plaatjes verkopen, moeten verkopen. Ook in dat debat een morele hoge inborst opzetten, want anders kunnen ze hun plaatjes niet kwijt. Maar je kunt praten wat je wil, maar je vraagt of ik het prettig vind. Ik vind het afzichtelijk. Ik vind het één afzichtelijk, omdat ik die twee mensen best wil helpen. Maar dat zou veel makkelijker gaan als de mensen die zich daaromheen groeperen en vanuit eigen belang daar profijt van trekken, het zwijgen werd opgelegd. Dat zou mooi zijn. Hoe zou het en dat dan je met de staatssecretaris zijn werk liet doen. Die heeft een discretionaire bevoegdheid. En die heeft hij nu toegepast. Dankzij die types die ik dit gelijk, dat in deze misère altijd op de hoogste morele toppen wordt gedreven. Waardoor ze zelf boven kunnen drijven als ja, zieligheids- en zaligheidsprofeten. Kijk mij. Dat je die mensen moet je het zwijgen opleggen. Dan pas worden deze meisjes, wel jonge meisjes, dat werden stille gevallen waar de staatssecretaris in rust een positie kon innemen die passend is. Ja, dat is die man nu ontnomen. De staatssecretaris zit ondergedoken. Hij heeft in godsnaam weer in armoede dit gedaan, omdat die moeder bleef chanteren. Tot vals het in geschriften, chantage, oplichting en nu dreigen met zelfmoord. Verzwijgen dat ze opa en oma's hebben in Nederland. Schijnt het, hoor. En dan moet je in zo'n situatie, als ze ook nog onderduiken, met behulp van hulptroepen, moet je net doen als staatssecretaris, en dat dwingt die morele politie zich toe, in die morele dwangbuis,
dat hij een discretionaire bevoegdheid heeft toegepast omdat het een schrijnend geval is. Dat is natuurlijk lulkoek, want het schrijnende geval van zaterdag was hetzelfde schrijnende geval van de vrijdag daarvoor. En zo ontneem je die man iedere mogelijkheid om met op een rechtschapen manier rechtsgelijkheid te betrachten, ook ten aanzien van andere gevallen. Ja, en nou nog kan die dus niet zeggen waarom die dit gedaan heeft. Want, zegt de hele politiek, die brengt zich dan naar voren, Pechtold en wij hebben ervoor gezorgd dat de staatssecretaris. Ze vergrijpen zich ook aan de noodsituatie van die man waar zij hem in gebracht hebben. Lijkt het net of het aan hun te danken is dat deze man om is. Wat een gelul. Goed. Even terug maar naar de kinderen. Er zijn nog 400 van zulke gevallen, wordt gezegd. Moeten die, wat u betreft, dat toch zetten het land wij uit? Nu ook mee te dubben. En dan zou het prettig zijn dat je in één keer schoon schip kon maken als die zaken even schrijnend zijn als dat nu gebleken dus zou. Een kinderpardon is iets wat voor de FVD... Nee, het kinderpardon dat komt er niet door. Want als je dat erdoor gaat, dan gaan alle sluizen open. Dan komt er van alles op. Hoe zou je het dan willen oplossen voor de 400 kinderen die in precies dezelfde situatie zitten? Wij kunnen alleen maar de kraan dichtdraaien. De toevloed die hier komt, die moet dicht. Ja, maar ik heb het over de 400 die hier al zijn. Nou, die zou je per individu moeten bekijken. Dat lijkt op zijn minst verantwoord. Ik zou het niet weten. Ik zou nu al zeggen, ik gun het die twee die hier nu zitten. Maar het is natuurlijk bezopen dat wij ervoor gezorgd hebben dat die kinderen zo lang hier kunnen zitten. En daar hebben wij. Wij denken in plannetjes. Weet u, wij komen niet met morele statements, zo moet het. En het is een schandaal dat het nu toch zo gaat. En kies ons. Nee, wij komen gewoon met een praktische oplossing. Wat is de praktische oplossing voor die 400? Een praktische oplossing, en dat is een heel verneindige oplossing. En dat vind ik, doe ik mezelf een beetje pijn mee, want ik zit al 40 jaar in de advocatuur. Maar ik weet hoe de asielindustrie, hele kantoren drijven daarop, werkt. Er worden toevoegingen verricht. Een toevoeging krijgt een advocaat als hij kosteloze rechtshulp krijgt, de cliënt, die wordt gefinancierd door de gefinancierde rechtshulp. Dat is een toevoeging. Dat is een papiertje. Als je dat binnen hebt, krijg je 1.000 euro. Klaar. En als je meer van die papiertjes krijgt, krijg je nog meer. Een heleboel van die meisjes die u nu noemt, met een jongere meisje was het toch, hè? Ja. Dit was een jongere meisje. Goed. Nou, het is een merabouaar van allemaal situaties die jaren voorthubbelen en die dankzij die papiertjes die ik u noem in stand worden gehouden met eindeloze procedures. In die procedures, in die eindeloze procedures, zijn steeds stadia, beroep, Raad van State, Europese Hof, waar de rechters hebben uitgemaakt dat dit verzoek en dit beroep evident kansloos is. Mm-hmm. Wat ik niet wil, dus dat is als de rechter heeft geconstateerd dat een beroep evident kansloos is, en ik zeg u, dat is een merabouaar waar die uit kan putten, dan bepaalt de rechter ook dat de advocaat die procedure heeft gevoerd in zijn eigen kosten wordt veroordeeld. Dan krijgt hij geen enkele honorering. Dus hoe zou dat die kansloze 400... procedures, die moet je opschalen. Ja, hoe zou dat nu die 400 kinderen helpen die hier dat al zijn? Dat kan ik dus niet beoordelen, want misschien zitten er een paar tussen die, ja, die wel terecht een beroep doen op. Dat kan ik niet beoordelen. Daar ben ik ook advocaat voor. Ik ga me niet in globale zin uitlaten over gevallen per 10 of per 20. Ik wil gewoon het dossier kennen en dan met kennis van zaken en kennis en kunde kunnen zeggen, nou, dat moet je niet doen, of dat moet je wel doen. Ja, dus maar die gelegenheid wordt je ontnomen omdat die hele ziel- en zaligheidsindustrie de hele boel heeft voorgekookt en heeft uitgerekt tot een fait accompli situatie. Dat je weer misschien later een nieuwe staatssecretaris zijn huis vliegt in de hens. Of hij weet zich ook geen kant. Of hij krijgt vanuit de partij te horen, dit kost ons zoveel zetels. Tonen menselijk hart. Want anders worden mensen in praatshows boos op je. Word je een NSB'er genoemd. Ja, nou dan, ja, dat is zo onzuiver. Nou, dat moet eruit. Ja, maar dan moet de advocatuur maar eens een aardige veer voor laten. Ja, is het dan gek dat sommige mensen het verwijt krijgen dat ze een erg hard standpunt innemen tegen vluchtelingen of tegen mensen die hier nieuwkomers zijn, spreken in wij- en zij-toestanden. U zegt dat alles moet individueel bekeken worden. Iedereen die hier is, is gelijk voor de wet. Is het dan ook, bent u nou echt zo super verbaasd dat soms mensen diametraal anders als u denken? Nou nee, ik gun die mensen. Die mensen voelen zich prettig bij hun morele gelijk. Wat in dit soort situaties altijd boven de markt hangt. En als je dan afstand neemt van wat je wil noemen een rechts
inzicht. Dan ben je zelf iemand die een groot mensenhart toont en compassie toont met. En ben je dus eigenlijk al in de verheven positie bij boven degene geraakt die je beschuldigt van wat dan ook. Terwijl het natuurlijk volslagen onzin is, want 10 mensen moet je pareren en wat wil jij dan? Wat wil jij dan? Als je nu ziet dat al die Afrikaanse bootjes die hier komen... Voordat we daar naartoe gaan. Laten we even naartoe nemen, want het ging even over dat mensen u dan extreem rechts noemen, of u dat verbaast. We hebben nog een andere foto. Maar u hebt het over wij en zij. Ja, maar... En dat pik ik niet. Ja, wel van u hoor. Ja. Maar in de wij en zij discussie wordt degene die het over wij en zij heeft al voor onmens uitgemaakt. Als die gewoon een... situatie die zich in de praktijk voordoet. Er is een wij en zij situatie. Ja. Wij moeten toch verbinden, zeggen alle brave partijen. Nou, als er geen wij en zij zijn, met wie dan, zou ik zeggen? Ik ben de weg kwijt. Laten we eens kijken. Bijvoorbeeld hierachter zien we, dat was meneer Van Langehoven. Daar heeft u misschien wel een beetje hoofdpijn van. Dat was een Belgische... Daar krijg ik dus helemaal geen hoofdpijn van. En ik kan u ook van een trauma verlossen. Als u denkt dat ik hoofdpijn heb van die meneer hierachter mij, dan vergist u zich deerlijk. Ja. Ik weet bij God niet wie die kerel was. En gelukkig hadden wij onlangs een feestelijke receptie, mag ik het noemen, bijeenkomst van de jeugdvereniging van de Forum voor Democratie, prachtige dag, in het, op Zandvoort, op het circuit. Daar stond een man op in de zaal, ik zat hier, ik zat de zaal toe te spreken, en die sprak met een Vlaams accent. Ik kende die helemaal niet. Dat is een paar weken geleden. Ik zeg, wat prettig dat ik eindelijk een geschoold iemand hoor, want u weet, je hebt goede scholing in Vlaanderen, ze spreken perfect Vlaams, en hun zinsconstructies deugen, ze zien er netjes uit. Ik denk, hé, laten we die man eens aan alle vriendelijkheid te woord staan. Hij heet hem een beetje welkom, hart onder de riem, leuk dat u hier bent. Ja, ik ben die uit Vlaanderen. Nou, ik zeg, dat hoor ik wel. Bleek dat die man te wezen? Ja, dat weet ik nu. Ik ken die helemaal niet. Nee, even voor de context. En dan denkt u dat ik hoofdpijn van die man krijg? Nou, even voor de context. Meneer Van Langehoven is inmiddels opgepakt in Vlaanderen en zit nog vast. Nee, helemaal niet opgepakt. Hij is gearresteerd geweest in Vlaanderen. Dat zie je niet goed. Hij is helemaal niet opgepakt. Nou, hij is, ze hebben huiszoeking gedaan en niks gevonden. Nou, ja, in ieder geval, deze meneer... Ik heb niks met die man. Ik ga het toch even uitleggen. Deze man onderdeel van een beweging in Vlaanderen onder studenten en jonge mensen die ook een Facebookpagina hadden waar ze spraken over de gewapende strijd tegen buitenlanders, waar extreemrechtse grappen werden gemaakt, waar in dreigende taal werd gesproken. Was ook bij u op de zomerschool, zoals hier deze foto van de meneer Obedet. De mensen van de zomerschool. De FVD heeft ook gezegd, als wij van tevoren hadden geweten wie deze man was geweest, was hij nooit bij ons gekomen met die denkbeelden. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Ik vraag mij af, wat is het toch met het Forum voor Democratie dat u zulke mensen aantrekt? Nou, dat moet je mij niet vragen, dat moet je hem vragen. Hij stond voor mijn neus. Ik heb die kerel nooit eerder gezien. Ik wist bij God niet wie het was. Dan krijg ik van u te horen, ja, ook van anderen hoor. Hoe komen jullie in het gezelschap van dat soort types? Ja, weet ik veel. Hij ziet er niet uit als iemand die van plan is de boel te beroven of op te blazen. Dus hij komt binnen en nou, hij doet zijn zeggen. Hier verder weet ik er ook niks van. En nou zit hij in Vlaanderen. Zit hij daar op een foto met een geweertje. En dan wordt hij neergezet als een groot gevaar voor Vlaanderen. Nou, ja. Ik weet van niks. Ja. Maar het is toch... Dus rustig maar. Er is niks aan de hand. Ik ken die man niet. Ik ben volkomen maar u relaxed. Denkt dat daar een trend is? En dat ik vraag me alleen gewoon af, want het is niet nieuw. Ook, ik wist dat er al meer papiertjes ook, stond. Ook de VVD en CDA wordt wel eens geprobeerd door extreemrechts te infiltreren. Het woord. Zie je nou wel dat het eraan zat te komen? Ja, nou gaan we door. Ja. Dus u heeft eigenlijk nog niet antwoord. Ja, u zegt, ja, ik weet ik veel waar die mensen op ons afkomen. Dat moet je toch afvragen als je met dit soort mensen wordt geconfronteerd? Ik heb helemaal geen zin om mij dat af te vragen. Nee, dus u denkt, het is puur toeval? Ik ben zuiver op de graad. Iedereen mag van me weten wat ik denk, wat mijn partij vindt. Er is niks extreems aan. Heeft praktische oplossingen. Kijk niet naar kleurtjes. We hebben van racistische instincten totaal geen last. Anders was ik al lang weg geweest. Ik zal eens wat vertellen. Heb je daar zin in? Nee, we gaan eerst even naar een filmpje. Ja, zie je wel? Ja. Nou gaan we weer naar een film. Ja. Ja hoor, zo gaat het dan. Kijkt u maar even mee. Ik zit met name in de Kamer om met praktisch inzicht, en mag ik zeggen enige deskundigheid, de politiek het vuur aan de schenen te leggen. En daar heb ik mijn handen naar vol, want wat vandaag de dag gebeurt, dat is waarachtig. Ik wil niet overdrijven, maar het is een... morele échec van de rechtsstaat, bent u getuige van, wat zich nu voltrekt.
Dat komt door die massa-immigratie van mensen die hardnekkig als vluchteling worden neergezet, die dat helemaal niet zijn. Die hier komen, ze heten nu ook een eufemisme, ongedocumenteerden. Het zijn illegalen. Maar ongedocumenteerde klinkt net of je een aangeboren kwaal hebt waar je niks aan kan doen. En dat je pech in je leven hebt gehad en dat je zo iemand steunbehoevend is, dat je die moet helpen. Dat is niet zo. Iemand die hier ongedocumenteerd binnenkomt, die heeft zijn documenten weggegooid. Simpel is dat, allemaal. En dat heet chantage. Want zodra je hier het land binnenkomt en je hebt geen documenten, wat moet de Nederlandse regering dan met je, hè? Dan kun je niet meer terug. Dus het is pure chantage. En vervolgens worden de vluchtverhalen, die worden verzonnen. Het zijn geen vluchtelingen. Echt niet. Zijn er wel echte vluchtelingen? Nou, nauwelijks. Ik denk dat de ambtenaar die achter het loket bij de IND zit en al die gevallen die ik beschrijf met waarheidsvinding moet beoordelen, een gat in de lucht springt van blijdschap. Dat daar opeens een vluchteling voor zijn neus staat. Vrouw, kind, de glasscherven nog in hun nek en dat prikkeldraad waar ze doorheen zijn gekropen. Dat geeft de burger moed. Daar doe je dat werk toch voor? Ja, maar mijn vraag nou moet is je alleen maar schiften. Wat is dit nou weer voor mal verhaal? Ja. Je komt uit een land. Dat klopt helemaal niet. En dat is het hele geboel. Ja, dus nogmaals de vraag, zijn er volgens u wel echte vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië, een verschrikkelijke oorlog waar we allemaal de beelden van hebben gezien? Nou, dat je beelden, ja, doe maar. Ja, doe maar zijn er echte vluchtelingen? Ja, tuurlijk zijn die er wel. En die mogen wat mij betreft, als ze hier binnenkomen en vanuit die hel hier belanden en gewoon niet liegen, dat is al heel wat. Ja, mijn beste beentje voorzetten. Natuurlijk mogen die hier komen. Wat is dit nou voor onzin? Wij zijn niet tegen vluchtelingen. Wij zijn alleen gebruik fel, wil ik niet zeggen. Maar het is gewoon je verstand. En daar ben je ook Fries voor. Je houdt van rechtsgelijkheid. Je hebt een vaste kern van moreel besef. Je wil dat ieder mens het recht datgene krijgt wat hem toekomt. Dan als je in die branche bezig bent, dan word je helemaal draaierig. Dan wordt je hele moreel besef ondersteboven gekieperd. En dan neem je beslissingen alleen maar om van het gezeur af te wezen. Maar wij zijn niet tegen vluchtelingen. Dat zijn we nooit geweest. Meneer Juncker heeft net vandaag... Meneer Juncker, de baas van de EU, de president van de EU. Oh, ja, Juncker? Juncker. Ja, die gaat nu grens. Ja. Ja, vandaag in het nieuws. 10.000 extra grenswachten aan de randen van Europa. De stromen die op weg zijn naar Nederland, Zweden, Engeland en Duitsland proberen tegen te houden. Dat is dus ooit was dat Frontex en dat had maar een paar bootjes. Nu die enorme uitbreiding. Bent u daar blij mee? Nou, ik zou zeggen alle beetjes help. Maar als je het tempo waarin concreet Europese besluiten, als het er ooit komt, worden geconcretiseerd, dat is zo naast de pot pissen, zal ik maar zeggen, als je echt oplossingen nastreeft. Dus ik heb weinig hoop, maar ik zeg u alleen maar, alle kleine beetjes helpen. Goed, we gaan eens kijken of er al kleine beetjes vragen zijn uit de zaal. Zijn er mensen die iets willen vragen, zeggen, mededelen? Dan kan dat bij Marianne. Dan mag u even uw hand opsteken. Het kan nu, hij is hier nu. Straks is hij weer op tv of in Den Haag. Eens even kijken. Nou, dat is een... niet allemaal tegelijk. Men is danig verpletterd, zo te zien. Even kijken. Ja. Ik heb er hier eentje. Oh, kijk eens aan. Wat is je naam en wat is je vraag? Mijn naam is Annie van der Wiel en ik wil een vraag stellen over het buitenlandbeleid. Omdat u zegt dat er eigenlijk geen vluchtelingen zijn of amper vluchtelingen zijn. Naar mijn idee is de wereld aardig in disbalans aan het raken op allerlei fronten. Waardoor er stromen op gang zijn gekomen van mensen van buitenland waar ze niet meer kunnen wonen naar andere landen, waaronder Europa. Hoe ziet het buitenlandbeleid van het Forum eruit om te voorkomen dat dit verder gaat? Ja, wat moeten we doen om geen vluchtelingen meer te maken?
Tjonge. Verpak dat maar eens in buitenlandbeleid. Het buitenlandbeleid, dat kan allemaal beleidsterreinen bestrijken die nou niet zozeer met vluchtelingen te maken hebben. Laat ik zeggen dat het buitenland in grote ganzen in de handen van het Forum in zeer goede handen is. Wij wensen prettige relaties met ieder buitenland. Klaar. We sluiten geen oorlogszuchtige taal, geen vijandbeelden ten aanzien van andere volken. Dus van ons heeft het buitenland geen last. Maar u betrekt het nu weer vanuit het buitenland afkomstige vluchtelingen. Nou, dat is nogal wat, want dat zijn er nogal wat. En dan kom ik maar met één contravraag. Als u van plan bent met die vraag te suggereren dat wij een te streng, ik kan er helemaal naast zitten hoor, maar een te streng beleid nastreven als het gaat om het weren van buitenlanders, dan moet u zich eerst verdiepen in de concrete situatie van nu. Ja, vanuit dat was niet wat mevrouw zei. Mevrouw zei, maar voordat u die kant op gaat, mevrouw vroeg, wat kunt u als Forum voor Democratie doen in buitenlands beleid, zodat er niet situaties ontstaan in het buitenland waardoor mensen moeten vluchten? Is dat alleen maar wat u zegt? We zijn tegen niemand en we zijn aardig? Of? Nee, wij kunnen in het buitenland, god, we hebben nogal wat buitenland, geen situaties creëren waardoor mensen die daar zitten en achter hun oor krabben en denken ik zou wel naar Nederland willen, laat ik dat eens gaan proberen, om die van dat voornemen af te halen. Dat kan niet. Je kan het wel willen met opvang in het buitenland, hulp van regimes die dan in die buitenlander die mensen, laat ik het zeggen, tot inkeer willen brengen. Maar zolang men economisch getinte afwegen maakt, is de moeite waard. Ik ga het gewoon proberen. Dan helpen die programma's helemaal niks. En lopen ze langs die opvangcentra die dan gecreëerd zijn. Dus je blijft het wel houden. Dus je zal vanuit je eigen grondgebied de boel moeten opschonen. En dat klinkt nou ook weer heel, misschien een beetje meedogenloos. Maar dan kom ik toch terug op de stelling die ik dan in de zaal wil gooien. Als u vindt dat iedereen vanuit het buitenland hier, als hij daar zin in heeft, recht van verblijf heeft, dan wordt het hier een klerenzooi. Dat kan niet. Hoe wil je een onderscheid maken? De situatie is nu dat iedereen die vanuit het buitenland erin slaagt om hier te komen, die krijgen er niet meer uit. Dus het is gewoon vrij entree, tenzij je echt pech hebt. Nou, dat wordt een onhoudbare situatie hier. Dus de dingen die wij nu nastreven om in het buitenland, met buitenlandse diplomatieke missies, alles zal wel beredderd worden, een heleboel geld die kant op, en grensbewaking, intern regelen in die landen, noem het maar hekken bouwen, want daar komt het simpel op neer. Dat kan misschien enig effect sorteren. Maar als je niet met maatregelen komt, waardoor je binnen vanuit je eigen grondgebied, noem het maar, schoonhoudt, dan blijft men het proberen. En als iemand wordt aangevallen die zegt dat moet je niet tolereren, dan wordt het hoog tijd dat degenen die ons opponeren, ons dan ook maar, met een alternatief komen. Goed, dank u wel voor het alternatief is nu dat je iedereen moet binnenlaten die in slaagt om binnen te komen. De uitzetting lukt niet en binnen blijven ze allemaal. Dat loopt spaak. Dus de wal keert het schip. Ooit komt er een situatie, en dat kan binnen 5 jaar zijn of binnen 3 jaar, dat men zegt, door de omstandigheden gedrongen, en dan zullen ze nooit zeggen, wat Forum vond, gaan wij nu doen. Mooi, maar dat kan niet anders. Dank u wel voor deze. Dus we hebben een vraag uit van Facebook, die kunt u achter u zien en even meelezen op het scherm. Die is van Elske Postuma. Zij vraagt, de samenleving vindt over het algemeen dat er zwaarder gestraft zou moeten worden. Ik ben erg benieuwd wat Hiddema hiervan vindt en met welke argumenten voor en tegen. Een samenleving die vindt dat er zwaarder gestraft moet worden is op een dwaalspoor gebracht door valse profeten. Er zijn valse profeten die denken dat wijziging van het wetboek van strafrecht, het verhogen van de strafmaxima, in de praktijk zal betekenen dat je minder misdrijven krijgt. Dat is apenkool. Want de straffen, de maximumstraffen in Nederland zijn al torenhoog. Het probleem is alleen dat de rechters die straffen nooit opleggen. En dat is een heel ander verhaal. En Forum wil niet in dat populistisch getinte koortje meegaan zingen. Wat erop neerkomt, rechters zijn slappelingen en de wet en de straffen moeten omhoog. Die straffen kunnen niet meer omhoog, kan ik u melden. Die zijn torenhoog. Simpele mishandeling met voorbedachte raad. Weet u wat daarop staat?
Als u met voorbedachte raad uw buurvrouw gaat bejegen, kunt u 12 jaar straf krijgen. Geen hond die dat krijgt opgelegd. Fietst een diefstal, 6 jaar. Geen hond die het krijgt. Onzin. Goed, duur niet onzin. Doen dus. Niet doen dus. We hebben nog een vraag uit de zaal. Niet doen dus. Je mag best betere handhaving afdwingen door rechterlijke autoriteiten. De magistratuur die kan op sommige terreinen best wakker worden geschud. Ik bedoelde geen zwaardere straffen en ook niet geen zwaardere straffen in de wetgeving. Oh, en niet fietsen stelen en buurvrouwen slaan. We hebben nog een vraag uit de zaal. Wat is je naam en je vraag? Ja, hi, Marcel Miedema. Ik ben totaal niet geleerd. Even over dat vorige. Nou, dat klinkt Vlaanderen. Heel anders. Ja, heel anders. Je had iets over de vraag over beleid. En ik was nu nieuwsgierig naar de toevoeging. Je had het over grondgebied schoonhouden. Je had het over vluchtelingen wel accepteren. De rechtspraak. Maar wat is dan precies het beleid? Wat gaat voorkomen dat bepaalde type mensen wel en niet in Nederland komen? Dat is eigenlijk mijn vraag. En dat, vluchtelingen wel en de echte vluchteling. Dan neem ik aan dat uw standpunt is, de vluchtelingen wel kunnen komen en dat bepaalde typen liever niet welkom zijn. Ja, hoe houden ze uit elkaar aan de grens? Daar komt eigenlijk op neer. Ik vind dat een heel geleerde vraag. Nou. Wat? Wetstoepassing. Wetstoepassing. Ik heb gezegd dat het vluchtelingenbeleid, zoals dat nu fungeert, een hele grote rechtsongelijkheid tussen mensen teweeg brengt. Dat valt jullie niet op, omdat jullie al zo zijn ingericht en moreel gekneed, dat je denkt dat als je maar het etiket vluchteling opdraagt, dat je door de justitie heel anders behandeld mag worden als jezelf. Dan gaat het al mis. Als in Amsterdam een heel stel plunderaars huizen kraken, die zijn al 12 keer uitgeprocedeerd. Die hebben valse namen gebruikt. Die hebben allemaal faciliteiten afgedwongen met valse namen. Die hebben gelogen over hun naam en afkomst. Ze hebben papieren weggegooid. Als u dat doet en u gaat bij een officiële instantie door niets afdwingen, dan belandt u op het politiebureau, want dat heet oplichting. Ja, maar even terug naar die grens, want hoe houdt u zich dan vooraan aan de grens uit? Nee, helemaal niet. Ik zit nu uitleg te geven. Een intelligent man, daar moet u ook naar luisteren. Ja, maar je moet even uitleg geven over de vraag. Hoe hou je, hoe aan de grens, hou je uit elkaar? Nou, die hou je niet tegen aan de grens, want dan moet je grenspalen oprichten. Die situatie hebben we nog niet, maar dat komt nog wel eens ten onlicht. De situatie is nu, hoe hou je het land schoon van types waar die bewijsbaar je rechtssysteem maltreteren. Een échec voor het rechtsbesef betekent voor de goedwillende, zal ik maar zeggen. Dat je die mensen afstraft voor delicten die ze gepleegd hebben. En als het een vluchteling is die met chanteren en oplichting en ook nog diefstal hier in het land maltreteert, zal ik maar zeggen, dan moet je die in detentie zetten. Dat heet vreemdelingenbewaring. Dat gebeurt nu niet, want als hij onderweg ook nog steelt, dan denkt justitie, ik ga die man niet uitzetten, want als ik hem uitzet, dan ben ik mijn procedure kwijt. Hartstikke dom. Je moet die man in vreemdelingendetentie zetten en dan reik je maar een dagvaarding uit, formeel, voor zijn diefstallen. Maar als de uitzetting dan klaar is, het vliegtuig staat, dan trek je de dagvaarding in en kan die zo de deur uit. Dan zit je niet vastgekeken aan de procedure hier. Dat heb je al een hele rits. Dat zijn de Noord-Afrikanen die rondhobbelen. Die kun je zo oppakken. Goed. Maar die worden niet opgesloten, terwijl die de meeste overlast veroorzaken. Omdat justitie zegt, als we die opsluiten en ze komen in een gerechtelijk circuit, dan wordt hun uitzetting vertraagd. Dus we laten ze lopen. Kierwiet. Nou, dat zijn dan praktische oplossingen. Daar hoef je geen grenspaal voor te hebben, die wel komt, als dat ons ligt. Maar je moet de boel opscholen van mensen die hier gewoon delicten plegen. U heeft het dat zijn er een boel, hoor. U heeft het duidelijk gemaakt. We gaan even naar de vraag van Edwin de Keijzer. Die zegt, meneer Hiddema, is het af en toe niet vermoeiend om uw mening constant te verdedigen, terwijl u weet dat enorm veel mensen in Nederland achter u staan? Wordt u er niet eens moe van? Nee, dit klinkt heel bevrijdend. Denkt mevrouw dat ik moeizaam opereer omdat ik al zoveel mensen achter mij heb staan? Ja. Dan mag u blij zijn dat ik hier nog kom. Dan mag u wel blij zijn dat ik... Fijn dat u er nog zo fit bij zit. We gaan naar Frank Dos Santos. Want we kijken ook altijd in dit programma even vooruit naar mensen die met projecten bezig zijn. En in het kader van culturele hoofdstad bijvoorbeeld of andere dingen. Frank gaat vertellen waar hij mee bezig is en waar hij graag uw aandacht voor wil. Applausje voor Frank. Om zo'n applaus te krijgen. Jacco, super bedankt dat ik hier mocht komen. Altijd. Ook dat ik nu niet ziek ben, dus fantastisch. Mijn naam is Frank Dos Santos, kom uit Leeuwarden. Dus eigenlijk ben ik ook een soort van Fries.
Maar in 1986 op 26 december ben ik vanuit Brazilië hier gekomen. Hier in Leeuwarden. Min 26 graden. Oh, nee, sorry, dat is overdreven. Min 17 graden. Nog steeds heel erg koud. Ik ben hier gekomen en ik wist al heel jong één ding. En dat is dat ik later terug wou naar Brazilië om straatkinderen te helpen. Want ik ben geadopteerd. Ik heb de kans gekregen om te overleven. En ik wil later terug om de kinderen daar ook te helpen. Ik heb gezegd, als ik 40 ben, dan ga ik terug. Nou, ik ben nu inmiddels 35. Zou je niet zeggen, toch wel? Ik word een beetje gemorreld. 35 ben ik. Ik heb mijn eerste stap heb ik gezet. En dat is vorig jaar ben ik begonnen met de stichting. Stichting Sterrenfabriek. Ik heb een programma ontwikkeld voor kinderen. Waar ze vanaf 8 jaar waar ze kunnen leren en ervaren hoe het is om een popartiest te zijn. Ze kunnen leren zingen, rappen. Ze kunnen instrument leren spelen. Ze krijgen performance training. Kortom, alles wat ze nodig hebben om een echt artiest te worden. Ik heb in mijn jongere jaren heb ik heel veel ideeën bedacht van wat kan ik nou doen om later terug te keren naar Brazilië en straatkinderen te helpen. Ik heb de gekste ideeën heb ik bedacht. Ik wou een soort centerpark zou ik daar neer gaan zetten, zodat de kinderen daar lekker konden werken. Maar ja, dat was heel onrealistisch. Maar toen ik mijn stichting begon, Sterrenfabriek, en ik zag wat het met de kinderen deed, want er kwamen hele onzekere kinderen kwamen bij ons. Toen ik zag wat het met hun deed, dat ze helemaal groeiden in hun zelfvertrouwen en dat ze zich ook echt artiest voelden en dat ze helemaal begonnen te gloeien, toen dacht ik, hey, ik heb nou iets waarmee ik straatkinderen kan helpen in Brazilië. En dat is Sterrenfabriek. Dus ik heb ook nog een eigen YouTube-programma, echt voor jullie zeker waard om daar even naar te kijken en om te abonneren natuurlijk. En dat heet gewoon Sterrenfabriek. Ga naar YouTube en typ daar Sterrenfabriek in en je vindt ons. En dat filmpje heb ik opgestuurd naar Brazilië. En toen zei ze, ja, dit moet naar Brazilië komen. Maar wat heel belangrijk is, is dat er een documentaire komt. En die documentaire zijn we nu aan het maken. Daar zijn we crowdfunding voor aan het doen. Om die documentaire te maken. Ik ga volgend jaar ook naar Brazilië om de tweede deel te maken. We kunnen daar alle hulp in gebruiken. Dus als jullie ons willen helpen, ga naar frenktefilm.nl. En dan kunnen jullie misschien nog helpen door te doneren. Ja? Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht. En nog een hele fijne avond. Yes. Frank. Ja, frenktefilm.nl, daar kunt u doneren. En dan kan Frank verder. Patricia, ik ben wel benieuwd of er nog andere genomineerden zijn. Steekt u de vinger dus omhoog die genomineerd is. Litjo Hornes Evenchen, genomineerden voor de prijs. Wie wilde wat vertellen over zijn project? Evenchen. Nou, Jerry. Ik zie hier dicht bij mijn huis 3 dames. Ik moet het even vragen, wat zijn jullie namen? Sorry. Annie, Henny, Rennie. Serieus, dat is toch fantastisch? Hoe hebben jullie elkaar zo gevonden? Het is puur toeval, neem ik aan. Ja, dat is inderdaad puur toeval. Ja. Kringloopwinkel, hè? Ja. Maar goed, jullie zijn hier vanwege een project waar jullie bij betrokken zijn. Wat is het project? Het project is werkgroep Toegankelijk Grauw. We zullen de nader toelichten, nog later wel. Maar wij werken aan, het zegt het al, een toegankelijk grauw. Dat is ontstaan uit een werkgroep samenleving. En wij doen er alles aan om de bewoners bewust te maken van wat mensen overkomen kan als zij door grauw lopen. En zich willen verplaatsen in mensen met belemmeringen als ze door grauw gaan. Wat zeg je? En Henny is niet voor niks mee, want die wil natuurlijk ook wel straks even haar woordje doen. Ik zal eens even vragen. Want wat maakt u dan zoal mee als u door grauw heen rijdt? Een heel leuk voorbeeld. De postbus was verplaatst, alleen met bijna een halve meter stoeprand. En dan moet ik dus iemand vragen, help, wil je dat even voor me posten? Maar dat is nu aangepast. Dankzij jullie. Ja, ik kan het nog zelf doen, dus ik neem maar aan dat het dankzij onze... Dat mag ik graag geloven, laten we het daarop houden. Wat goed. En hebben jullie al een beetje een plan met, stel dat de prijs bij jullie terechtkomt, wat je dan gaat doen? Ja, we hebben natuurlijk al ons plan ingediend en we hebben ook al wat uitgevoerd met de subsidie die wij hebben gekregen. We gaan verder bouwen aan een toegankelijk grauw door ons ook op de woningen te richten. Annie? Ja, Grauw 2030 is eigenlijk een koepel waar we hebben een droom geformuleerd met 50 mensen in Grauw die vrijwillig kwamen om op een avond na te denken over hoe wij in 2030 eruit willen zien.
En daar is een hele futuristische droom uitgekomen op het gebied van behoud van groen, energie, mobiliteit, water, voedsel enzovoort. Dus wij zouden heel graag de bonus winnen en iets en dat in van al die thema's gaan oppakken. Dat is nog eens ver vooruit denken. Maar dat doen we niet met z'n drieën, maar dus met ongeveer 23. En dat groeit en dat groeit en dat groeit. Helemaal mooi. Nou, heel veel succes. Spannend. Dankjewel. Ja. Ik had even een vraag hier aan tafel. Is er een vrouw die vertelt over het toegankelijk maken van grauw voor gehandicapte mensen? En u moest heel hard lachen elke keer wat zij. Kunt u uitleggen waarom? Nou, een halve meter brievenbus, gaat dat echt iets toevoegen? Oké. Dus u gelooft niet dat als die brievenbus wordt verlaagd, dat die mevrouw beter geholpen is? Ik vond het eigenlijk een beetje oneerbiedig. Ik vond het eigenlijk heel vervelend dat u aan het uitlachen was toen zij aan het woord was. Kunt u zich dat voorstellen? Dat mag u vinden. Nou goed. Mooi. We gaan even naar onze columnist. En dat is Eus. En die staat daar en die geef ik nu graag het woord. Take it away. Dankjewel, Jacco. Het is me waar genoegen om weer in Leeuwarden te zijn. De laatste keer was 10 maanden geleden. Toen was er iets hier politieks aan de hand, weten jullie het nog? Tussentijdse verkiezingen. Toen was ik uitgenodigd door de PvdA. Dat is een hele andere setting, afstands theatertje. Lutz Jacobi was de hele avond aan het woord. Niemand verstond iets van wat ze zei. Merkwaardig genoeg won ze de volgende dag wel de verkiezingen met 85%. Dus dat tekent volgens mij wel iets van het wij-zij-denken, waar we het ook eerder over hebben gehad en waar meneer Hiddema het ook naar verwees. Dat is heel sterk hier en het gevoel leeft ook heel erg. En dat leeft natuurlijk ook bij in Deventer, waar ik vandaan kom. Wij zijn ook heel erg van het wij-zij-denken. Wij zijn heel erg van het afzetten tegen de randstedelijke elite. En ik kijk even die kant op, want ik vond het eigenlijk wel bijzonder dat meneer Hiddema zich toch een beetje ging vereenzelvigen met deze omgeving. Dat klopt natuurlijk feitelijk, maar ergens in de loop der tijd is dat wel verwaterd, naar mijn idee. Maar misschien... Nou, kan ik... Wat? Dus hij mag even uitspreken. Oh. Nou... Ik ben wel een hele flexibele columnist, hoor. Dus als je iets wil zeggen, dan kan dat gewoon. Maar iedere keer als ik langs dat mooie grachtenpand van meneer Hiddema loop, waar hij kantoor houdt, dan denk ik van ja, dat is niet meer die jongen uit Friesland. Dat was die jongen uit Friesland, maar dat is hem niet meer. Dus die valse romantiek en dat flirten met de regio, ik voel hem nog niet helemaal. Nee, dan moet je toch bij Lutz Jacobi zijn wat mij betreft. Jacco, ik vond jou net... Dat zijn echte aanhangers van Lutz Jacobi. Ik vond jou net bijzonder in je optreden jegens die meneer daar. Die moest lachen en dat was ongepast. Tegelijkertijd dacht ik, wat laat je meneer Hiddema toch makkelijk zijn riedeltje afsteken eigenlijk. Want dat is het. Ik hoorde een paar keer het woord politiek correct vallen. En dat ging dan over die mensjes aan de talkshowtafels en ik wil wat voor retoriek allemaal gebruikt. Maar het nieuwe politiek correct is wat meneer Hiddema hier tentoonspreidt. Dit is wat wij allemaal willen horen kennelijk. Dit is ook, ga maar kijken naar de laatste verkiezingen. 3 partijen die gewonnen hebben, die zijn gewoon rechts. Dat is namelijk de PVV, de tweede partij. De VVD, dat is een imitatie PVV tegenwoordig. En dan heb je natuurlijk het CDA, dat is ook helemaal de kluts kwijt de laatste dagen. En dan heb je nog D66 en daarvan weet niemand nog waar het eigenlijk voor staat. Dus om u te zeggen dat de PvdA en noem maar op politiek correct is, nee, u bent het nieuwe politiek correct. En het erge daarvan is, vind ik tenminste, en daar liet jij, Jacco, volgens mij met alle respect iets liggen, u bent wel degelijk aan het flirten met extreem rechts, want als u... De tweede man in Amsterdam, bijvoorbeeld Jernals, als die jongen zegt op basis van dubieuze wetenschappelijke onderzoeken dat mensen in Suriname een lager IQ hebben vanwege hun afkomst of zo, vind ik vrij dubieus eigenlijk, om dat zomaar te stellen. U gaat daar overheen. U zegt van ja, rassenvermenging, dat kan alleen als, wat was het ook weer, onder de lakens of zo, noem maar op. Dat is de enige manier om het allemaal voor elkaar te krijgen. Voorbereiden, dan had je het geweten. Nee, ik weet eigenlijk wel. Dat is prikkelend bedoeld. Hoe dan ook.
Hoe dan ook, uw politieke leider tenslotte heeft het over homeopathische verdunning. En we hebben het hier over wij-zij-denken. Nou, ik ben geboren en getogen in Deventer. Ik heb een blonde vrouw, spreekt u misschien aan, of juist niet, want zij is homeopathisch verdund door mij. We hebben twee kinderen, allebei blauwe ogen, blond haar. Dus u moet ook begrijpen dat met dat soort retoriek, homeopathische verdunning, dat u mij geen dienst bewijst. Nee, maar goed dat u nu wel uw echte gezicht laat zien. Dank u wel dat u er niet van plan bent. Heel mooi, u praat heel mooi, u praat heel eloquent. Maar er mag nog wel eens kritisch gekeken worden naar de inhoud wat mij betreft. Dank u wel. Eens, dank u wel voor deze bijdrage. Wilt u nog kort wat terugzeggen? De microfoon is aan, hoor. Wilt u nog kort wat terugzeggen? Is die aan? Ja. Nou, kennelijk ben ik voorbestemd om deze meneer die uit Deventer komt van een heleboel dwanggedachten en ongeïnformeerdheid en kletspraatjes af te helpen. Want Forum voor Democratie komt aanstaande maandag een spektakelstuk in Deventer houden. De hele bevolking die heeft zich 500 man al opgegeven. Ik zie je graag verschijnen. Eens kijken wat de Deventers van jou zou vinden, ja. Want dat is jouw milieutje, zeg ik je toch? Wij, zij? Nou, dat wil ik wel eens zien. Ik ben inderdaad gebeld door de politie die zich afvroeg of er politiebeveiliging moest komen vanwege eerdere uitlatingen die er gedaan zijn. En dan denk je bij een rechtschapen politicus dat de politie toch niet van tevoren moet gaan bellen of er misschien onlusten gaan zijn. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen dat wij ook voor meneer Hiddema extra beveiliging moesten inhuren. Ja. En dat het niet voor niets was dat hier bij de poort ID een tas moest worden gecontroleerd. Ja. Dus de dreigementen vliegen over en weer. Oh nee, maar ik zeg absoluut niet dat het zijn zo'n schuld is. Ik zal altijd zijn vrijheid van meningsuitingen ook verdedigen met alles wat ik heb. Ik zeg alleen van, blijkbaar maakt u wel iets los. Ja, dat maar, ik weet niet wat je hiermee wil bewijzen, maar kennelijk ben je gevoelig. Nou eens even uitpraten. Nou, kennelijk is meneer gevoelig voor de statuur van een politicus naarmate hij meer of minder beveiliging nodig heeft. Zit het hem soms dwars dat hij zelf geen beveiliging heeft? Nou, meneer Eus heeft lange tijd beveiligd moeten worden. Vanwege zijn documentaire die hij heeft gemaakt over Turkije. Daar gaan we verder nu even niet op in. Ik wil eigenlijk dit even afronden. U heeft het over verkeerd geïnformeerd. Meneer, ik word dan een half jaar beveiligd, ook omdat ik stukken schrijf over uw partij. Goed. Een heel vervelend klimaat waar wij als Iepenup ook steeds meer mee te maken krijgen. Wij kunnen bijna geen mensen meer uitnodigen of ze worden wel door een of ander bedreigd. Heel erg tragisch wat mij betreft. We hebben een kaartje. Weet u wat tragisch is? Nou, we gaan eerst even naar een kaartje. Dat zou u misschien vrolijk stemmen. Dit is een kaartje van Josse de Voogd, een bekend politiek demograaf. En die weet altijd precies waar alle stemmers zitten. En we hebben even samen met hem op een rijtje gezet waar men vooral de Forum voor Democratie stemmers vindt. Hij heeft er ook iets bij verteld. U ziet, vooral Noord-Holland doet u het erg goed, ook in Flevoland, maar het zit vooral veel in het Noordwesten, wist hij te concluderen na de verkiezingen. En hij heeft dat ook onderzocht, hè, want hij kan dat per wijkniveau onderzoeken. En dat is een wetenschapper zonder agenda. Alle partijen gebruiken waar hij mee komt. En de FVD-stemmers zaten vooral in de hoek van de ondernemers, hardwerkende jonge mannen die zelf meet zijn, misschien eerder begonnen zijn met werken dan opleiding hebben afgemaakt. En vooral in het protestantse gedeelte van Nederland. Kunt u zich dat voorstellen? Nou, als het zo is dat het protestantisme met zich meebrengt een arbeidsethos. Als het protestantisme met zich mee zou brengen compassie voor de medemens. Als het protestantisme mee zou brengen dat je niet alleen aan jezelf denkt en dat je wil inzetten voor een gemeenschappelijk belang. En als het protestantisme zich zou inzetten voor een maatschappij zonder enig raciaal vooroordeel. Zo logisch als het maar kan, zou ik denken. Ja. Nou, kijk eens aan, dus u begrijpt het helemaal. Ik ben ook benieuwd, we hebben nu het land gezien. Zijn er ook hier in de zaal FVD-stemmers? Kunnen jullie de handen eens omhoog doen? Eens even kijken. Nou, even kijken, als ik goed zie. Ik weet niet of ze protestant zijn. Nou, de avond is nog niet om. Nee. Eens even kijken. Het partijkartel. Kunt u in één zin zeggen wat dat ook alweer is? Bedrog van de kiezer. Simpel as that. Ja? Het partijkartel sluit coalities. Het partijkartel gaat de boeren op tijdens verkiezingen met beloftes die ze op
één dag voor de verkiezing nog even scherp bijstellen. In de hoop dat de kiezer ze de dag na de verkiezing is vergeten, want dan gaan we het er nooit meer over hebben. Dan gaan ze al die standpunten waardoor ze die kiezers hebben gelokt met ook scherpstellen van standpunten, compleet in de prullenbak gooien. Want anders krijgen ze een coalitie. En dat heet uitruil. En dat is gewoon de boel witwassen. Je hebt kiezers, echt kiezers met een bepaald standpunt naar je toe gelokt, waar je vervolgens het niet meer over zult hebben in de coalitie. Dat heet verkiezingsbedrog. En dat wordt in stand gehouden door een kaste van alleen maar beroepspolitici. Als u in de Tweede Kamer rondkijkt, dat zijn allemaal mensen uit vergadercircuits, uit bestuurslagen, politiek georiënteerd, uit gemeentebesturen, uit provinciale staten, ambtelijke verleders. Die zijn allemaal bezig met hun carrières. Echt hoor. Ja. En nu zit u ook in de Tweede Kamer. Nee, maar ik ben nog niet uitgepraat, okay. Want het systeem, dat is de smeerolie van het systeem. Want doordat je al je in de Tweede Kamer je principes hebt verloochend en een coalitie sluit, dan zitten al die mensen in de Tweede Kamer uit het milieutje wat ik u schets, braaf mee te stemmen, want als ze een dissonante stem laten horen, dan gaat hun carrière naar de kloten en het zijn carrière politici. En dat is de olie waarop het partijkartel draait. Er zitten geen volksvertegenwoordigers die voor hun kiezers echt verantwoording af moeten leggen. Wat ze op een concreet punt hebben beslist. Want dat punt ligt al lang in de prullenbak. Je ziet ze ook nooit meer terug bij hun kiezers. Wij komen iedere maand, iedere week onder het land in zalen zoals hier. Maandag Deventer, meneer Alcal, let erop. En daar leggen wij verantwoording af voor ons stemgedrag. Wij leggen het ook af op internet. Iedere week welke stemmingen er zijn, zeggen wij waarom we daar zo op voor gestemd hebben. Nou moet u bij anderen komen. Het partijkartel gedijt alleen bij benauwdheid, scheiterigheid en het gemene delen zoeken waar niemand zich in herkent. En de kiezer is de klos. En pas als er nieuwe verkiezingen zijn, dan zetten ze de boel weer op scherp. En worden de baantjes weer uitgewisseld. Heb u gezien de afgelopen tijd hoeveel vanuit de PvdA mensen op plaatsen zijn beland in de publieke sector, waarvan je denkt, wat weet die vent, wat man of vrouw nou van die vent? Nou, die zijn uitgerangeerd en die hebben, omdat ze braaf en loyaal zijn geweest, een functie met behulp van belastinggeld betaald. En die hoor je verder niet meer. Nou, laten we over belastinggeld hebt u inmiddels genoeg gehad? Hebben over belastinggeld. We hebben even het register van de Tweede Kamer nog op nageslagen. En u bent voornamelijk op dinsdag in de Tweede Kamer. En als je het vergelijkt met de collega's waar u het over hebt, bent u toch veel meer afwezig dan de andere Kamerleden. Dus wat doet u in die andere tijd? Niet, dat briefje deugt niet. Daar heb je het weer. Je bent op een oude D66-messias afgelopen. Nee, die dacht dat hij dat had uitgevoerd. Nee hoor, we hebben simpel gekeken in het register van de Tweede Kamer, wat openbaar is. Waar staat hoe vaak u er bent? Nou, u bent significant minder vaak dan uw collega's. Nou, veel mensen die tot overtuiging bereid zijn, zien mij veel vaker dan het Kamerlid wat hoog op de lijst staat die veel in de Kamer zit, kan ik u melden. Nee, maar de vraag is waar, het gaat even om u. Oh. U bent, in vergelijking met uw collega's, veel minder in de Tweede Kamer aanwezig als die andere parlementariërs. Dus dan vraag ik me af, waarom is dat? U krijgt wel het volledige salaris. Als u hun zo de maat neemt van het deugt allemaal niet wat ze doen. U bent er zelf veel minder dan hun. Dus dat is helemaal niet waar. Dan komt u weer met uw lijstje. Ik zit dinsdag in de Kamer, woensdag in de Kamer en donderdag in de Kamer. Dat zijn dan 2 dagen meer dan u kennelijk bent tegengekomen. Wij doen dan alle stemmingen mee. Ik heb gezegd voornamelijk op dinsdag. Hè? En dan moet u even luisteren, want waar wij niet naartoe gaan, dat zijn commissievergaderingen. Daar worden allemaal dingetjes bedisseld en er worden procedures afgesproken waar onderhand het ondoorgrondelijk is waar het ooit toe zal leiden. Er worden briefjes van de minister die worden gevraagd en het gaat er zeer gewichtig aan toe en iedereen kijkt zeer bekommerd en je ziet er nooit meer wat van terug. Wat wij doen is ons programma onder de mensen brengen. Wij willen zien, we zetten alles op filmpjes wat we doen. Ja. Op de sociale media kan men zien per dag wat wij daar uitspoken. Ja, dus u besteedt veel en tijd daar steken ook, wij heel veel tijd in. Ja. Maar ik zal u nog eens wat vertellen. Die filmpjes worden gemaakt in het gebouw van de Tweede Kamer. Ja. Dus ook als er een belletje gaat voor een stemming of ergens een ontmoeting waar we bij moeten wezen, gaan we daar naartoe. Dus ik zit 3 dagen per dag in de Kamer. Ja, dus dat rare briefje van u, dat
begint er rond te spoken. Nou ja, maar goed, we kunnen het allemaal zelf nakijken hoor. Ik ben nog niet de eerste die dat heeft uitgezocht. Okay. U gaat niet naar commissievergaderingen toe, wat andere Kamerleden wel doen. Maar waarom neemt u hun dan kwalijk dat ze hun werk niet goed doen? Commissievergaderingen zijn toch een onderdeel van onze parlementaire democratie, waarin wordt gesproken over waar men met het land naartoe wil. Oh ja, denkt u dat? Dan moeten ze in de commissievergadering gaan kijken. Dus het hele politieke bestel, het hele parlement, hoe het werkt, volgens u deugt dat helemaal niet. Het is één grote theatershow. Er wordt gestemd in de plenaire zaal tijdens een plenaire vergadering. Dan kan het hele volk zien waar het volksvertegenwoordigend deel der natie voor staat. En dan kan iedere kiezer afrekenen wat zijn parlementslid daar uitspookt. In zo'n commissiehok wordt geen mens wijzer van. En ik zal u vertellen, meneer, wij zitten met 2 man in de Kamer. Mm-hmm. Als je een partij hebt met 15, 20 man, ja, die kunnen hun discipelen allemaal uitstrooien rond al die commissievergaderingen. Die trekken belangwekkende gezichten, want het vergaderen, dat zit in hun genen. En die hebben 20 medewerkers en spindokters om zich heen hangen. Die ze allemaal influisteren wat ze daaruit moeten spoken. Ik zit met Thierry. Is het een groot complot? Hebben ze allemaal onderling afgesproken? Wij gaan in commissievergaderingen zitten. Wilt u nou echt wijsmaken dat hoe al zoveel jaren onze parlementaire democratie werkt en hoe de Kamer werkt, tot haar besluiten komt, ideeën uitwisselt, naar mensen luistert die hen kunnen inspireren of vertellen hoe het gaat in een vlak. Dat gebeurt ook in commissievergaderingen. Worden mensen uitgenodigd op een bepaald gebied. Wilt u nou zeggen dat ze allemaal met elkaar bedacht hebben dat ze dat doen om hun zakken te vullen en één groot de theatershow op te voeren. Wat vermoeiend Hebt lijkt me dat. Heb u mij ooit een uitlating horen doen die maar een schim of schaduw van bewijskracht in zich heeft dat ik denk dat er een Tweede Kamerlid in een commissiestoel zit in de hoop dat hij daar zijn zakken mee vult? Nou, de indruk leek u te wekken dat daar gewoon van alles wordt bedisseld of dat helemaal geen zin heeft. Dus het leek een beetje dat u zei, het is één groot theater. Nou, en daarom ga ik er ook niet naartoe. Ja, maar wilt u dus u zegt commissievergaderingen, hoe de Tweede Kamer opereert, een groot gedeelte van is theater, heeft men het zo met elkaar afgesproken, slaat nergens op. Nou, dat is een ritueel wat erin is geslopen, waar voor de burger en de van de politiek afhankelijke burger en de zelfs voor de in de politiek geïnteresseerde burger geen grammetje soelaas is te halen. Dat klopt. Dat zijn procedurevergaderingen waarin men afspreekt hoe men uiteindelijk tot een beslissing zal geraken die in stemming komt in de Tweede Kamer, in de plenaire zaal. Mm-hmm. En daar zitten wij bij. Maar wij hebben niet de tijd en de mogelijkheid met 2 man om al die commissiehokken, dat zijn er wel een stuk of 10, lang met alle departementen die eraan verbonden zijn, om die te frequenteren, dat gaat gewoon niet. En dus besteden wij onze tijd, en dan kan ik u melden, wij komen niet uit een politiek milieu. Wij zijn daar niet omhoog gestoten, vergadertechnisch bekwaam, zal ik maar zeggen, dat je eindelijk beloond wordt met een stoel in de commissie of in de Tweede Kamer. Nee, wij komen allemaal uit de vrije sector. En wij hebben allemaal ons inkomen terzijde geschoven, omdat we met z'n allen vinden dat we in deze partij iets kunnen doen voor het land. En dat is een heel andere insteek. En als je het voor het land wilt doen, dan moet je niet 7 dagen in een commissiehok gaan zitten. Dat kan ik u wel vertellen. Goed. U bent nu op respectabele leeftijd. Er komen weer verkiezingen aan. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nou, omdat ik naar de volgende vraag ga. Dat kunt u ook niet ontkennen dat dat zo is. En ik zei respectabel. Dus, maar nee, bedoelt u eigenlijk helemaal niet op een respectabele manier. U praat ook meneer Eukel naar de mond. Nee, hoor, helemaal niet. U zit die arme man daar als een brievenbus van anderhalve meter. Dat was geheel terecht, hoor. Dus de vraag is gewoon, wilt u op deze leeftijd nog verder in de politiek? Wilt u nog een keer gekozen worden? Nou, dat want u zou ook gewoon lekker kunnen gaan relaxen. Meneer, er zit geen mogelijkheid. Toen ik mij in de politiek begaf, dat was in december 2017. En toen ben ik meteen op tournee gegaan. En daar ben ik verslaafd aan geraakt. Om met mensen die geïnteresseerd hunkerend naar iets nieuws, in die zin dat ze zich herkennen in een politicus, dwars door het hele land van ze gelijk te overtuigen, want dat is het natuurlijk. Je gaat toch als een soort zedenpreker en als een messias door het land. Als je dan merkt dat eindelijk iemand je accepteert als iemand, nou dat zegt wel wat, dat doet wel wat. Dat was ik als advocaat niet gewend, want dan was ik een duitenjager, een boevenknecht en hield boeven maar wel tenslotte gewend. Het was een hele metamorfose. Ik leef er echt van op. Wat fijn om te horen. En dan, dus en dan door. Zegt u tegen mij of ik nog gekozen wil. Meneer, er zit niks anders op. Ik zat 3 maanden in de politiek, had ik 50.000 stemmen. Al die commissies, types, die hebben er nog geen 100. Nou, fantastisch. U geeft niet op, ook niet op die leeftijd. Heel erg goed. We gaan weer naar Patricia.
Hallo. Ik was benieuwd of daar achterin misschien nog projecten die genomineerd zijn. Niemand? Ja, toch. Kijk, ik wou zeggen, het is zo snel. U moet ook al de hele avond staan. Ik loop gewoon even naar u toe. Zonder te vallen. Goeiedag. Hallo. Welkom. Voorzitter. De voorzitter, kijk, nou, dat schuif ik een stukje door. Kunt u iets vertellen over het project wat u vertegenwoordigt? Ja, goedenavond. Wij komen uit de raad. Dus er zijn twee raads in Friesland. Er is een raad in Dokkum en er is een raad bij Snits. Wij komen uit Snitsvoort, bij Snits, de raad bij Snits. En wij hebben een sporthal en die biedt bij de gemeente Oort genoeg en die boeren ze net meer aan. En wij willen die sporthal wel behouden voor het bewegen in het dorp. En die willen wij weer opnieuw opknappen en weer helemaal samenmaken in de tijd dat we weer al je kinderen sporten en kinderen dwan en dat het weer veilig is. En daarvoor hebben we het IP Minskup Fonds ons kreun om daar te stichten. En wie gaat dat dan allemaal organiseren en beheren? Ja, wij bij Uzip Dwarp is het natuurlijk net zo groot. Wij zitten met 650 mensen, maar natuurlijk een protte vrijwilligers. En die vrijwilligers die hebben al je verschillende eigenschappen en mogelijkheden. En daarmee willen we proberen om alles voor elkaar te krijgen. En natuurlijk nog wat extra subsidiebronnen om te schroeven. Vindt u het spannend of u wint of niet? Ja, het is natuurlijk wel. We zitten hier net voor niks en we hopen natuurlijk om wat extra heel binnen te krijgen. Om een geheel toch voor elkaar te krijgen. Ja. Ik hoop het voor u. Ik wens u heel veel succes en bedankt voor de toelichting. Mooi, dankjewel. We gaan nog een keer luisteren naar de Wow Blind Birds. I'm
Wow, Blind Bird. Hartelijk bedankt. We gaan naar onze gast die het vanavond poëtisch gaat afsluiten voordat we naar de prijsuitreiking gaan. En laten we dus allemaal goed luisteren en ook stil zijn. Ook daarachter, dat is wel mooi. Naomi, het woord is aan jou. Dankjewel. Ik ga jullie even meenemen op een persoonlijke reis en hoop daarmee wat liefde te verspreiden hier. Stop. Stop je gedachten. Je kunt niet van jezelf verwachten dat groeien gebeurt binnen een aantal nachten. Geef liefde aan jezelf. Geef liefde, mijn lief. Mijn liefde aan mijzelf, mijn liefde, mijn lief. Ik ben 9 jaar en ik krijg een moeilijke vraag. Een vraag die mijn hersens laat kraken. Eentje waardoor ik 's nachts moeilijk kan slapen. Wat is 25 keer 25, Omi? 25 keer 25? Hoe moet ik dat nou weten? Ik ben pas 9. Hoor ik het antwoord op die vraag op mijn leeftijd al te weten? Ik denk diep na en twijfel of ik die rekenles misschien wel ben vergeten. Mijn hoofd is als een zeef. Het is niet gek als ik dingen niet meer weet. Oh, als je hoofd niet vast zat? Mijn moeder dan? Je bent een dombo. Daarom weet je het niet. Je bent lelijk, niets waard en in je hoofd ben je ziek. Niemand die je ziet en je had hier niet eens moeten zijn. Maar nu je hier toch bent, jouw pijn is schijn voor mij. Ik ken deze woorden als geen ander. Deze woorden hebben mij zodanig veranderd van vrolijk en vrij naar stil en gemaskerd blij. Stop. Stop je gedachten. Je kunt niet van jezelf verwachten dat groeien gebeurt binnen een aantal nachten. Geef liefde aan jezelf. Geef liefde, mijn lief. Mijn liefde aan mijzelf, mijn liefde, mijn lief. Jaren heb ik naar haar gekeken. Van hoe ze met steeds meer lichaamsdelen in bed bleef liggen, tot ze er met haar hele lichaam in lag. Ze kon niet meer opstaan. Daar lag ze dan. Met haar handen gevouwen op haar navel, haar ogen gericht op het plafond, benen netjes gestrekt naast elkaar, gevangen in kleding die haar niet lief was, maar er was niets anders wat zij nog aan kon. Ze wilde haar ogen sluiten. Een poging om haar ogen gesloten te houden, maar ze kon het niet. Ze kon het niet omdat ik nog in haar zat en vastberaden was ik om opnieuw te groeien, om te herrijzen uit mijn as. Als een feniks wilde ik weer opnieuw tot leven bloeien en daarvoor had ik het allerlaatste beetje energie nodig wat er nog in mij zat. Stop. Stop je gedachten. Je kunt niet van jezelf verwachten dat groeien gebeurt binnen een aantal nachten. Geef liefde aan jezelf. Geef liefde, mijn lief. Mijn liefde aan mijzelf, mijn liefde, mijn lief. Misschien net iets meer testosteron dan de meeste oestrogeenhouders bezitten, maar dat maakt mij tot wie ik ben. En dat de aanmaak van dopamine voor mij niet vanzelfsprekend is, dat ben ik nu ook al wel gewend. Endorfine komt niet genoeg vrij, dus deal ik met stress en pijn. Maar kijk eens goed naar mij. En spelletjes worden gespeeld op level 0, tonine. Het heeft melatonine in de macht. Dat betekent dat ik soms mag rusten, maar al te vaak genoeg tijd heb om te schrijven midden in de nacht. Of om te piekeren. Of om onrustig te draaien. Of om mij over te veel dingen zorgen te maken. Het is ook altijd dan, midden in de nacht, dat ik mezelf over de zin van het leven ga bevragen. Maar oxytocine. Oxytocine wordt aangemaakt om mij te redden. Oxytocine komt heel vaak voorbij rennen. Oxy pakt mij bij mijn beide handen, gooit mij in een groep van mensen die mij keihard kunnen laten lachen. Oxy stopt mijn gedachten. Laat mij accepteren dat ik niet van mezelf kan verwachten dat groeien gebeurt binnen een aantal nachten. Want groeien gebeurt niet binnen een aantal nachten. Het zegt geef liefde aan jezelf. Geef liefde, mijn lief. Mijn liefde aan mijzelf, mijn liefde, mijn lief. Geef liefde aan jezelf. Geef liefde, mijn lief. Mijn liefde aan mijzelf, mijn liefde, mijn lief. Geef liefde aan jezelf. Geef liefde, mijn lief. Mijn liefde aan mijzelf, mijn liefde, mijn lief. Geef liefde aan jezelf. Geef liefde, mijn lief. Mijn liefde aan mijzelf, mijn liefde, mijn lief. Geef liefde aan jezelf. Geef liefde, mijn lief. Mijn liefde aan mijzelf, mijn liefde, mijn lief. Woe, dankjewel. Naomi, bedankt.
Zo, we zijn bijna zover voor de prijsuitreiking. Maar ik wil de mensen in het publiek de kans geven om nog één keer, nu hij hier nog is, aan de heer Hiddema een laatste vraag te stellen uit het publiek, als men dat wil. Daar achteraan, Marianne, zou je daar naartoe willen gaan? Jazeker, ja, nee, goed, jazeker. Ik zag de eerste waar hand. Is de arm? We blijven hier even, hoor. Deze arm? Ja. Gaat u maar even staan, anders. Kom er maar even bij staan. De laatste vraag. Wat is je naam en wat is de vraag? Mijn naam is Henk en ik vroeg me af of... Nou, laten we stellen dat Eus de stem is van een generatie, een hele generatie, tweede generatie Nederlanders. Die zich nog in een hoek gedrukt voelen door u en uw partij. Heeft voor hen misschien nog wat verzachtende woorden of redenen waarom ze wel op het FVD zouden moeten stemmen? Nou, het... Ik hou hem even beter. Ja, nee, ik hou hem even... Nou, maar als u mij niet vertrouwt, dan... ik hou hem even beter. Ja, dan moet je een hele therapie oplossen. Hoe kan ik Eus gelukkig maken? Nou, dan moet hij eens een keer ophouden om aan de kost te geraken met kolommetjes vol te schrijven die hij alleen maar vanuit zijn eigen opinies, zijn eigen ik, daarmee kan strelen, zijn morele borst te verheffen, door de politieke opponenten te laten verworden tot een karikatuur zoals hij ze graag ziet. Het zou prettig zijn dat hij een karikatuur zou maken van de eigenste ik die hij eigenlijk is. Wat hij hier nu zegt, is dat wij, ik, dus al in een afhankelijke positie van zijn moraliteit zijn beland, als hij er zich op beroept dat hij thuis een blonde vrouw heeft. Nou, dan heb je het ver geschopt met je morele grenslijnen te trekken. Ik kan hem zeggen dat mijn vrouw pikzwart was. Zwaarder dan de heer Euze zelf. Maar als dat al een argument moet wezen om je morele gelijk te bevechten ten koste van de heer Eus, ja, dat is water naar de zee dragen. Zijn handeltje, zijn winkeltje is alleen maar gebaat bij het standvastig vasthouden aan het neerzetten van de karikatuur van mensen die hij als rechts wenst te zien, terwijl ze misschien nog menselijker zijn dan de boodschap die hij zelf verspreidt. Want het is een ecodocument waar geen mens mee vooruit geholpen wordt. Maar dat is natuurlijk niet mijn vraag. Nog één keer, wacht even. De vraagsteller wil nog even één kleine verduidelijking. En dan wil ik een kort antwoord. Dat de columnist column schrijft, dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is of u ook iets voor de tweede generaties Nederlanders heeft, dat misschien iets verbindender is. Of dat u misschien begrijpt waarom ze zich in een hoek voelen gedrukt. Nou, als iemand zich in een hoek voelt gedrukt, omdat hij tweede rangs, het tweede generatie is. En hij aantoonbaar in de hoek gedrukt is, omdat hij daar... om de omstandigheden waar hij niks aan kan doen. Hij is nu een keer tweede generatie. En daar ligt zijn falen. En geen ander is daar schuldig aan. Dan vindt hij in mij een krachtig hulpverlener, hoor. Als ik iemand ontdekt die vanwege kleur, ras of weet ik veel generatie vanuit welke hoek dan ook opgeklommen in dit land niet zijn eigen weg kan vinden. Maar dan moet hij wel met enig bewijs komen, niet met klaagzangen. Want een heleboel mensen die herkrijgen alleen maar hun identiteit als er een slachtoffer voor te doen. Nou, ik heb... De klandizie van de heer Eus, zullen we maar zeggen. Nou, ik heb nog niet iets echt gehoord wat nou echt aan aanbod kwam, maar ik denk dat we daar niet zo snel uitkomen. Eén korte reactie nog van Eus en dan gaan we verder, want wij zitten ook aan tijd vast, de heer Hiddema. Nou, ja, ik had graag een antwoord gehoord op de vraag van Henk, maar wat ik vooral heb gehoord is dat u een doodziek beeld hebt van de media in Nederland. Die mag blijkbaar niks schrijven over u, want dan zijn het weer mensen die alleen maar hun eigen ego willen bevestigd zien. Dat is het enige antwoord dat u heeft gegeven. Meer niet. Goed. Nou, we gaan nu echt over naar het volgende. We gaan over naar het volgende, helemaal. Nee, hoor. Dit is mijn microfoon en ons programma. En we moeten naar de prijs uitreiken. Daar zitten die mensen ook op te wachten. Terwijl dit zo even doorgaat, ga ik in ieder geval even vragen of u misschien even een applaus willen geven voor onze gast, de heer Hiddema. Fijn dat u gekomen bent. We kunnen nog uren doorpraten, maar het zit er niet in. Hartelijk dank voor uw komst. Neemt u nog even plaats, want we gaan prijzen uitreiken. Dus niet aan u. Nee. Aan een van de Minskis-projecten die hier is. En daarvoor wil ik graag naar voren roepen. En dan mag Marjan even de microfoon brengen naar Johannes Kramer, onze gedeputeerde. Even een applausje. Ja, dank u wel. Die heeft nu een microfoon. En voor als u hier eerder bent geweest, als wij prijzen uitreiken, dan vertelt Johannes de regio die zometeen gaan onthullen. Dan is het leuk als u even in oplopend tempo op de tafel troffelt om het spannend te maken. Dus Johannes,
Waar gaan we eerst naartoe? Welke regio? Hokke regio kun je er eerst hinnen? Nou, Jacco, dit is de laatste keer dat we het doen, hè? Ja. Dus ik wil je wel even dankzeggen dat we dit elke keer het warm mochten. Nou, en speciaal Patricia Klomp, Amanda Kok, Sjoerd Boosma, Imi Jokman en natuurlijk Do. Nou, dank u wel. Ja, nou, draag die hem. Ik zou zeggen, take it away en trommelt u maar. Ja, het Wat Festival Westergees Oudwater Triemen. SC Twiesel meer dan een sportclub Twiesel. En het Hof van Eden uit Engwierum. En de winnaar is... het Hof van Eden, Engwierum. Nou, kom erbij. Kom naar voren. Kom naar voren. Er zijn bloemen en er zijn... ja, daar mag je wel even voor klappen nog, terwijl ze naar voren rennen. Ja. Hier is de check. Hier is de check en de bloemen. Ja, daar komen ze. Ja. Sjuggezoon, kom je er maar even biesten in. Het is hier wat krap. Ja. En daar is Iris, maar u is een check. En Patricia, mij de bloemen. Fantastisch gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja. Waar gaan we hier? Rika Sipma. En? Alexandra Wiersma. Wat zie je met Jildwaan? Nou, we gaan een biologisch ekenbouwbedrijf met een zwaardpleets en een grote greentetuin. Maar een grentenwinkel erbij. We willen ons greentetuin, die willen wij uitbreiden, zodat mensen makkelijker deel komen kennen. En we chillen te kennen wat we willen doen. En we makkelijker groepen ontvangen kennen. En met deze check hebben we elkaar een glazen kast erbij realiseren. Mooi zo. Ja. Fantastisch. Nou, gefeliciteerd. De overhandiging en de foto natuurlijk. Ja, de foto is daar. Je maakt even Shennai, de fotograaf, die daar stiert. Als Johannes zich weer omdraait, dan maakt ze even een leuke foto. Daar stiert er met de hoorn omheen, maar even zwaaien. Dan maak je hem nog even klappen en juichen. Ja, kijk eens naar het vogeltje. Ja, en daar weer. Johannes, welke streek gaan we nou? We gaan naar Zuid-Eerst aan Jacco en ja, daar ben ik weer treien nomineren. Allereerst Musical Cats van Drachten. Vernieuwing Night of the Koemarkt, Jereveen. Oh, ja, maar je steenblauwe. En natuurbelevingspunt Nijeholtpaden. Ik heb maar mijn roffelje. En de winnaar is Musical Cats Drachten. Ja. Die steen helemaal achterin, dus je moet er heel lang terugklappen. Kom gauw naar voren. Kom gauw naar voren, Musical Cats. Tutsik in Savol. Ja, daar komen ze. Jou ze nog even een applaus. Ja. Komt ie maar. Ja, uit je achteronstenen. Het is hier hartstikke vol, dus dat wordt het wel even. Een applausje nog, terwijl deze beste jongeman het podium betreedt. Kijk eens aan. Van hartelijk weeske. Ja. En de bloemen, mijn stek oornemen. En hij Mark de fotograaf zijn, natuurlijk. Ja. En waar gaan we hier? Sorry? Wie hebben we hier? Rodney Elzer. En wij hebben afgelopen seizoen een prachtig project gedaan. Musical Cats. Kinderen, volwassenen, jongeren uit de omgeving. Drachten die samen in één productie mogen spelen. Op het hoogste niveau. De Schouwburg de Lawei in onze omgeving. Het klinkt heel eenvoudig, maar mensen, kinderen die, waar je het niet van verwacht, die op het hoogste niveau eindelijk het een hoog niveau nastreven, zingen, dansen, acteren en dat je reacties krijgt van opa's en oma's, kinderen, kleinkinderen zeggen dat had ik nooit verwacht dat zij hier zou staan op dit prachtige podium met zo'n productie, dus dat is fantastisch. En wat gaan jullie met het geld doen? Nou, we kunnen het geld heel goed gebruiken. Kostuums, decor, ze maken het allemaal zelf en ze helpen elkaar. En ja, proberen net even dat extra dure stofje, kunnen we nu eventjes kopen. Of net iets mooier decor. Dure stofjes, een hele goede bestemming. Ja, bloem maar even mooi je omhingen. Johannes, welke regio gaan we nou? Ja, het is die losse microfoon. Ja. Nou, het eerst hebben we Hans. Zuid eerst even hand. Dan ben we nou bij de Waddeneilanden. En daar hebben we rolstoelproject Zorgcentrum De Stien ter Schelling. Schaakeiland Schiermonnikoog. En oesterzwammen op Koffiedik ook Schiermonnikoog. En nou komt er roffelje, roffelje, roffelje. En de winnaar is Schaakeiland Schiermonnikoog. Nou, en daar komt een mevrouw naar voren, hartstikke mooi. Die mag ook al van vier komen. En ik viel wel even een extra applaus, want die meisje binnen is helemaal van het eiland kwam. Dus ze weten het niet zeker dat ze van die jongen weer om kunnen. Of ze moeten water innen of... maar de watertaxi. Nou, van het Lokweenske. Waar gaan we hier? Esther Hagen. Esther, wat gaan jullie met het geld doen?
Nou, ik ben van Schiermonnikoog een schaakeiland aan het maken. En wij gaan schoolschaken initiëren en wij gaan buiten speeltafels. Dus hiermee kunnen we een extra tafel aanschaffen. Zijn het een beetje goede denkers, Schiermonnikoogsters? Allemaal, stuk voor stuk. Nou, dan komt het geld goed terecht. Nog even met Johannes en de bloemen. En ook voor de foto van Mark, die daar staat. Konden we bij hoor. Ja. Geweldig. Mooi. Nou, hoeveel checks hebben we nog, jongens? Nog twee. De volgende regio. Noordwest. Zomerdorpshuis Boppenslag van het Gazaf Spannem. Hiervoor. Tienskip Leeuwarden. Tagonkel Grauw. En tussen Kunst en Kids Leeuwarden. En de winnaar is Roffel de Roffel. Ja. Tussen Kunst en Kids, Leeuwarden. Nou, kom erbij. Ja. Ja, komt u maar. Hallo. Oh, ik zag daar mensen juichen, maar... Oh, helemaal achterin ook weer. Blijkbaar als je een prijs wil winnen, maar achterin stingen. Ja, litte mevrouw er maar even los. Misschien maakt ze even crowdsurfen of zo, dat dan wat rappegiert. Kom naar voren. Ja, dat kun je direct wel even tussen trochje, hè? Oh, nou, de hoek om kin ek. Nou, en nu deze mevrouw het podium nadert, nog even een keer een applausje. Van harte gefeliciteerd. Kijk eens aan, de overhandiging, de bloemen. Zo. Ja, wie hebben we hier? Gerdy de Jong. En waarom ben je zo beduust? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht ik voor een ander project kwam namelijk. Ja. Nou, geweldig. Zo zie je maar weer. Ik ben heel erg blij. Nou, gefeliciteerd. Dus dit, heb je nou al enig idee wat je er nog mee gaat doen? Nou, nee, nog niet. Nee. Nou, daar mag je nog even over nadenken. Fantastisch, gefeliciteerd. Een echte verrassing. Nou, maar een stapje naar achteren. Is er een foto gemaakt, Mark? Ja, hè? Dan hebben we volgens mij nog eentje. Nog één prijs. Welke regio hebben we toe, Johannes? Regio Zuidwest, Jacco. En ja. Dat ben de fruitbiemen van Gwijngeriep. Sport en bewegen, Raard. En Bonnenroute, Friesland, Friesland. De winnaar is Roffel de Roffel, de eerste keer. Even een extra hut. Dat kan hudder. En de winnaar is Sport en bewegen, Raard. Nou, waar zitten die, Sport en bewegen, Raard? Nou, komt-ie maar. Ekalza achterin. Ja, dames, volgende keer. Had je hem nomineerd binnen. Zeg vier mogelijk achterin zitten hier, want... Ja, maar je bent fantastisch bezig trouwens, hè? Mooi dat je me weer. Ja. Ja, meesken. Der... Heb je hem wat van maken, Joert? Mooi. Mooi zo. Daar komen de winnaars. Applaus nog even. Geweldig. Mooi. Lokweeske. Ja, Lokweeske. En Lokweeske. Maar even bij me koor. Tink om de blommen. Ja, blijf maar even bij de checks in, want dan moeten we er een foto maken. Die kunnen we dan publiceren. Ja, en waar gaan we hier? Waar gaan we hier? Ik ben Imi te Wisca van Scheltinga. En wat zullen Jim met dit jilt aan? Nou, wij komen nog wat tekort. We hebben allemaal plannen voor, nou ja, voor het aanpassen van het gebouw. Dus dit is een welkome aanvulling. Hartstikke mooi. Applaus voor hun en voor alle winnaars. Wel, nog even een groepsfoto. Dus Aja nog even naar het, Johannes, nog even naar het vogeltje, Jen. Een groepsfoto. Ja. Even say cheese. 1, 2, 3. Ja, het stiert prima. Sa. Cheese, cheese. Order cheese. Nagel cheese. Tenen kaas. Frieske cheese. Fantastisch, bedankt. Natuurlijk willen we ook de heer Hiddema bedanken voor zijn komst. Dankjewel. We bedanken de band. We bedanken de meesten van de techniek en de redactie. Hartstikke mooi. En ik heb een hele heugelijke mededeling. Op kosten van de provincie is de bar nog een uur open. Dus spoed u naar de bar. Hartelijk bedankt voor het chen. Tot de volgende keer. Oren wieken giet iepen up live oer bier. Heel wat oors, maar uit je van bier horen. Matje komen, want we jou ook wat voort om te proeven. Hartelijk bedankt. En ons de oren keer. Het beste. Publiek bedankt.